Jawel! Oh. Wat? Ik dacht dat ik hem opende omdat hier de laptop stond. Zeker, maar ik open hem altijd tegelijk. Voor als het geval dat de camera bijvoorbeeld op die stond of op die. Dat kunnen we gewoon zelf bepalen, hè? Ja, dat is waar. En nu? Tada! Daar is hij. Kijk, mensen zien het al in de chat. Hallo. Twitch. Ik heb mijn mond nog vol. Ik ook. Met? Strooigoed. Het is er alweer, hè? Ja, ja. Toen had je zoiets van, ik ga de grootste zak ooit meenemen. Ik stond in de supermarkt. Je mag wel ietsje dichter bij je mic praten. Ik dacht, ik neem een zakje lekker mee voor jullie. Ja. En ze hadden serieus zakken. Ik denk dat het 10 kilo is als je... Nou, dan heb ik goed gedaan. Gewoon, dat is dit. Wat is je favoriet uit de strooigoedmix? Uit de strooigoedmix? Ik ben wel voor de schuimpjes. Ja, ik ook. Ja, ik ben dus van de tumtummetjes, dus dat komt goed uit. Nou, kijk, hier had ze dat. Heerlijk tumtummetjes. Lekker hoor. Tam tam. Ja, wij moeten vechten voor die schuimpjes. Nou, daar zitten er ook wel vaak heel veel van in. En het is heel vullend. Ze zaten, je hebt de pepernoten zitten los. En dan heb je een sachet, een supplement met de zoetigheid. Hoe noem je, de verzameling schuimpjes en tummetjes en wat zit er mee? Harde hartjes. Oh, zitten die er ook in? Nou, dat bedoel ik, joh. Dat is een groot feest. Ik ben helemaal gesnoeperd, maar echt altijd tijdens Sinterklaasperiode. Maar als het er ligt, jongen. Ja, als het ligt, dan is het in één keer op. En ik zei net ook tegen hem, echt vooral chocoladepepernoten, jongen. Ja? Echt, die eet ik gewoon omdat ik misselijk ben. Ja. En dus, ik stop niet. Heb ik niet. Ik heb dat met Haribo, van die, weet ik veel, Fido Dido drop of cola dingen. Dat soort shit vind ik heel lekker. Ik eet het gelukkig nooit. Maar nee, welkom Pascal. Ja, dankjewel. Special guest. Gezellig. Ja, hoe dat zo dat jij hier toevallig zomaar aan de tafel zit? Zal ik eerst even de huishoudelijke doen? Ja, zeker. Natuurlijk. MSI ziet me hier zitten met een MSI laptop. Wat ook deze editie van de Einde van de Week Live wordt. Zoals altijd mogelijk gemaakt door onze grote vrienden bij MSI. En ook deze week legt MSI jullie de back-to-office deals voor. Fijne aanbiedingen voor gaming laptops, maar ook voor verschillende creator- en office modellen die je thuis of op je werk bij je studie kunt gebruiken. Zoals altijd via de link naar de actie in de tekst bij de video en hier in de chat. Welkom jongens. Nu mag je losgaan, Jelle. Dat doe je trouwens vlot en professioneel, joh. Ja, ik doe het al een paar weken. Ah. Goeie voice. Zo is ook je verkoopstem, is dat, hè? Ja, 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 zeker. De commercial versie van Kaos. Ja. Hey, nogmaals, welkom. Tof dat je er weer leuk dat ik weer even mocht komen. Vorige keer was denk ik een drank livestream in de Blast nog. Ik zou het niet meer. Nee, de vorige keer was met Tony Hawk Game, denk ik. Heb dat je gewoon even zitten gamen. Zo. Gewoon normaal, geen gekke drankfestijn. Nee, dat was daarvoor. Dat was een bar weinig, volgens mij. Ja, daar is nog veel over gepraat. Ja, precies. Is dat die online bar weinig waar we het over hadden? Nee. Ja. Oh, ja, ook nog. Die hebben we ook nog gedaan, inderdaad. Ja, met Vasco, die op een gegeven moment gewoon... Aan het begin van de corona. Ja, er was een bar weinig die echt begon om 3 uur 's middags. En om 3 uur 's nachts was hij nog bezig, inderdaad. Ja, tot 7:30 of zo. Ja, ja, dat was echt insane. Dat was echt niet oké. Om de havenklap kwamen de mensen bij, gingen de mensen weg. Ja, inderdaad. Ja, precies. Ik moet zeggen, dat is wel een van de gezelligste... Dat was online dingen die we hebben gedaan. Ja. Een soort van online meetings die ooit is gehouden in de mensheid. Nou, ik heb geen betere online meeting gehad dan die. Daar kon je eerlijk klappen. Nee, precies. Ja, dat ik ook niet. Nee, en nu zit je hier. Ten eerste omdat je vorige week iets heel vets hebt gedaan. Maar ook volgens mij omdat je volgende week weer iets anders vets gaat doen. Ik doe. Mijn leven bestaat uit een aaneenschakeling van vette dingen, inderdaad. Is het niet een film over skateboarden, dan is het wel een frikandel. Wat heb je maandag gedaan? Dat was ook vet. Zullen we alles gewoon chronologisch gaan aanpakken? Ja? Dan beginnen we bij vorige week. Wat kan ik vertellen? Ik heb vorige week een beetje rare tijd. Ik zit al heel lang niet meer zo dik bij GameKings natuurlijk. Omdat ik een andere professionele loopbaan heb gekozen op een gegeven moment. Ik werk in de reclamecommunicatie. Ik ben een reclameman. Ja. Ik ben gevraagd door een ander bureau. Dus ik ga swappen van bureau. Dat is heel tof. Ja. Dat is ook best wel vlijend eigenlijk. Dat je gevraagd wordt is natuurlijk sick. Ja. Nou ja, precies. Dat inderdaad. En ja, niet omdat ik zo'n leuke jongen ben, maar echt omdat ik iets kan. Waarschijnlijk waar anderen iets aan gaan hebben. Of dus, dan uiteindelijk na 3 maanden kom je erachter dat ze toch je hebben gevraagd om gewoon gezellig op vrijdagmiddag een biertje mee te doen. Maar dat zou kunnen. Dat zou me niks verbazen inderdaad. Dus dat is heel tof. Dus ik heb inderdaad vorige week mijn laatste dag al daar. En maandag begin ik bij een nieuw bureau. Ja, precies. Daarom had je natuurlijk nu dus ook de tijd. Want normaal zou je nu gewoon op bureau zitten. Op kantoor zitten. Vrijdagmiddag de Vrijmibo, weet je wel. De corporate Vrijmibo. Dat gaan we ook doen. Natuurlijk. Dus, we gaan precies, het hier ik doen. Zit te wachten. Je zit aan de koffie. Blondjes in de koelkast. Je zit aan het water. Het is een beetje... Ja, maar we starten even altijd zo. Ja? En dan pakken we straks even een biertje erbij. Ja. Heb jij stiekem een Irish coffee cozy? Nee, dat niet. Amerikaanse koffie. Ja, heel Amerikaanse. Met water erbij. Ja, precies.
Maar nee, dat is sowieso een dik inderdaad al vet. Wat ga je daar doen? Hetzelfde. Ik ben iemand die heel goed concepten kan maken. Positioneringen als merken. Dus als een merk niet echt goed is in zichzelf neerzetten of profileren. Hè? Wat is je verhaal? Hoe straal ik dit uit? Hoe vertel ik dit? Hoe gooi ik dit over de bühne? Dan kloppen ze bij mij aan en ik maak er een soort van strategie voor concepting en zo. Het is, ja, het is concepting. Het komt voor uit strategie. Er zit een stukje strategie bij. Ja. En dan inderdaad de creatieve vertaalslag. Ja, precies. Ja, copy is dan weer een uitvloeisel daarvan. Creative writing erbij. Dus ik zit op dat scharnierpunt tussen strategie en de uitvloeisel. Dus het concept en daarna zorg ik voor de realisatie ervan. Ja, dan heb je minions dus, onder die het soort van lekker kan commanderen. Ja, precies. Ja, precies. Kijk, bijvoorbeeld David Genkings David. Ja. Hij had mijn partner kunnen zijn, want hij is weer dan het gedeelte van de art en ik ben van de copy. Bureau ga je ook? Toevallig. Ik heb wel afgelopen weekend heel toevallig een biertje met hem gedronken. Ja, dat is ook vet. Ja, omdat jij natuurlijk... Wereld. Was het vorige weekend of was het de weekend daarvoor dat jij iets anders heel vet had? Vorige week vrijdag was het inderdaad. Wat kijk je, Koos? Je zit soort van, oh, die gasten die blablabla in. Nee, ik zit de laagdachtig te luisteren. Moet ik echt voor me uitkijken? Of wat ja, zo de camera. Nee, ik dacht dat je soort van oké, deze guys die beginnen met praten, die stoppen nooit meer. Nee, helemaal niet. Dat is waar. Ik zit te genieten. Dus, Maar ik heb jou ook al lang niet gezien. Ja, ik wou net zeggen. Ik kwam jou tegen in Patronaat. Ja, insane, bij Turnstile. Dat was super vet. Had ik je ook niet verwacht. Ook omdat ze volgens mij in het zuiden speelden, een show. Nee. Een keer? Nee. Maar, dat was de enige. Nee, dat was de enige, ja, precies. Vandaar. Dat was heel tof. Dat was, twee maanden terug? Juni was het. Oh, juni. Ja. Jezus. Eind juni. Ja, precies. Ja. Nee, dat is ook cool. Reminisce. Ja. Dus, we hebben ook een biertje gedaan. Maar vorige week wilde ik eigenlijk, maar toen was ik dus hier, dus ik kon niet naar jou toe komen. Nee, klopt. En dat was jammer, want het was extreem vet. En dan vraagt iedereen van, wat was het dan extreem vet? Ik heb de laatste anderhalf jaar ben ik bezig geweest inderdaad met Kick Push. Ja. Kick Push is niet alleen een nummer van Lupe Fiasco, maar het is vooral ook een hele vette skateboard documentaire. Ja. Daar hebben we anderhalf jaar over gedaan om die te maken. En vorige week vrijdag was de première. Ja, precies. Hoe was dat? Hoe voelt dat? Ja, je hebt een film gemaakt. Dol. Ja, echt, dat was echt heel maf. Echt ja, toch? We weten allemaal hoe het is om met camera's te werken en om iets te registreren en om daar een leuk bundeltje van te maken. Ik heb ook een keer in een film gespeeld. Dat was ook lachen om te doen. Die staat op Netflix. Dat is een oorlogsfilm, toch? Die oorlogsfilm, ja. Vet. Maar nu was het gewoon echt een idee wat geboren werd in een speeltuintje samen met Casper, een maat van mij, Casper Hersenman. En we hadden het over de ontwikkeling van de skateboard zien in onze stad Den Bosch. En dan ga je denken, ik kom uit Den Bosch, weet je, dat weten jullie, ik ben Brabants. Maar het verhaal wat we hebben gemaakt is eigenlijk overkoepelend. Het ding was eigenlijk, we hadden het over de geschiedenis, over de plek die skaters altijd hebben moeten nastreven. Hè. Vroeger werd je altijd weggekikt als je ergens ging skaten. Hè. Je werd altijd uitgescholden, skaten. Moest je naar de gemeente toe om ergens een eigen plekje aan te vragen. Nou, dat duurde 7 jaar. Inderdaad, nou dat. In Den Bosch was het op een gegeven moment zo dat je in de jaren 90 had je er echt een skateverbod midden in centrum, dus je werd echt, dat was keileuk centrum natuurlijk, nog steeds. Een beetje suffige, de stad van je oma werd het genoemd. Maar wel een leuk pleintje, lekkere stoepjes, zonnetjes, geen altijd. Dus iedereen wilde daar skateboarden. Ja. Was dus een hele strenge burgemeester. Die zei, nee, mag niet, verbod. Ja. Dus echt, als je daar ging skaten, dan kreeg je een boete als je werd gepakt. Ik wou net zeggen, maar je hebt je dek vaak genoeg dat je gewoon op je dekje wegrijden van de kops. Er zaten altijd meisjes op de uitkijk en zodra de politie eraan kwam, dan was het Wouter! En dan heb je iedereen alle kanten op. Ik woonde gelukkig om de hoek, dus het was een goede vluchtplaats. Ja. En gaandeweg is eigenlijk, werd iedereen weggestuurd. Echt door, vooral ook door zo'n klassieke agent, zo'n snor inderdaad. En die vond het ook niet leuk om ons elke keer te bekeuren. Maar hij zegt, ja jongens, ik kan er niks aan doen. Hij heeft ook boetes uitgeschreven. Nogal. En mensen hebben daar echt, die zijn voor opgepakt, alles weet je wel. Heel veel die wisten precies dat ze een andere naam moesten opgeven als ze werden gepakt. Om die boete maar te ontlopen en zo. Diederik, die heeft 1500 boetes door de jaren heen. Als een notoire skateboarder. Niet bestaande adressen. Dus die Bromstoor, die zei van, ja, maar waarom ga je niet met de gemeente praten? Van, ja, jullie worden hier weggekomen. Kikt, maar ja, waar moet je dan heen? Dus toen is een beetje een balletje gaan rollen. Was er een grote skate scene? Behoorlijk. Ja. En het scheve was, het skateboarden werd verboden. Die inline skaters, die mochten wel blijven. Dus het voelde ook nog eens heel oneerlijk. Dat is weird. Nou, ja. Precies. Nou, uiteindelijk heeft de gemeente toen gezegd, nou prima, dan maken we voor jullie wel een skatepark. Dat was toen helemaal nieuw. We hebben het nou echt over eind jaren 90 of 2000, zeg maar. Ja.
kwam er inderdaad een klein frutsel kutskateparkje aan de rand van de stad zo. Ja, en als het s'avonds was het donker en als het had geregend, dan kon je er ook niet naartoe en zo. Dus de drang onder de skaters die groeide. We willen, ja, godverdomme, we willen een plek waar we terecht kunnen. Groot, binnen, warm, noem maar op. Gekraakte hal. Een hip-hop crew die had een hal gekraakt. Er was nog een hal bij, die was vrij. En die konden we met mazzel konden wij daar gebruik van maken. En toen hebben we voor het eerst allemaal met hout wat we op bouwplaatsen vonden. En bij de Milieustraat uit de bakken trokken en zo. Ja. Hebben we obstacles gebouwd. Zo goed en zo kwaad als het kon. Ook een halfpipe? Nee, wel een mini-rampje. Ja, precies. Halfpipe omlaag. Ja. En toen stond er eigenlijk best wel een fatsoenlijk skatepark. Hoe heette dat? Had dat een naam? Dat had een naam. Dat had de naam De Hal. Ja, skatepark. De Hal. De Hal. Lekker simpel. Ja. Brabant. Ja, wat werd er gedaan? Er kwam een open dag. Of de opening vond plaats. En toen hebben we heel de gemeente uitgenodigd. Gemeentebestuur, wethouders, noem maar op. Van, weet je wat, komen jullie maar een uurtje eerder. Kunnen wij laten zien wat we eigenlijk bedoelen. Hè? Want we zeggen het al tegen jullie, maar dan zie je het ook. Ja, vet. Dus die gemeentemensen die kwamen aan. Ze kwamen ook wel natuurlijk, dat is dan wel weer tof. Ondertussen stonden er buiten 200-300 kinderen met hun ouders aan de poort te rammelen. We willen naar binnen. Ja, ja, ja. En die mensen van de gemeente die, nou ja, hun ogen zijn op dat moment echt geopend van, oh, wacht even. Dat zit ook in de film, zegt een van de wethuizen van, ja, we dachten eigenlijk dat het altijd een zootje ongeregeld was. Ja. Maar het was een hele coöperatieve club die echt samen de schouders eronder zette. Hè? En ja. Jong hielp oud en noem maar op. En die kinderen werden geholpen. En dat hadden hun totaal niet verwacht. Nee. En toen ze zagen wat voor draagvlak dat had en wat wij eigenlijk bedoelen met skatepark. Ja, als je er nog nooit was geweest, het was een nieuw fenomeen in Nederland of daar in Idaal. Ja. Dat heeft geholpen. En toen is een omslag gekomen van oké, nou komen de subsidies. Nou gaan we samen fanatiek op zoek naar een vaste locatie. Ja. En dan krijgen subsidie en er wordt iets goeds gebouwd. En dat bleef dan de hal? Dat is allemaal rond 2000? Of? 2007 werd toen de eerste hal geopend. Die heette toen niet meer de hal, maar echt World Skate Center. Daar was toen ook nog een leuke... Hoe die naam is ontstaan, dat is wel een verhaal. En uiteindelijk zitten we, die is toen een keer gesloten, op een andere plek opgebouwd. Die is toen weer gesloten. En inmiddels zitten we nu bij eigenlijk de derde locatie van World Skate Center. Maar inmiddels staat er inderdaad een halfpipe vert van officiële afmetingen. Die stond in de vorige al. Zeker. Het is een gigantisch groot park. Een officieel park, een kinderpark voor lessen erbij, een dikke bol, de Bossenbol, een mini-ramp, nog een kleine mini-rampje. Het is zo compleet als maar zij kan. En het is binnen, ja. Dat en is het lekker. Is binnen. Ja. Het ding is, hij is officieel net open, maar hij is nog niet helemaal afgebouwd binnen. Er moet nog een bar en al die shit. Maar al sinds anderhalf jaar skaten daar bijvoorbeeld die meisjes die naar Tokio zijn geweest voor de Olympische Spelen. Die zitten daar gewoon. Rose en Candy en Kate inderdaad. Die hebben allemaal daar getraind. Die hebben in Den Haag een officiële locatie. Maar ja, die is leuk, maar die lekt geloof ik. Of die, en die is niet gezellig. Nee, dus die meiden willen allemaal in een bos. Ja. Tel erbij op dat daar inderdaad die vert staat. Dat is de enige indoor vert in een omtrek van, nou, pakweg 250, 300 kilometer. Ja, precies. Ja. Dat wordt dadelijk in Parijs 2024 ook een Olympische discipline. Dus al die guys die naar Parijs willen, die uit Nederland, België, Duitsland zou komen, die komen allemaal daar trainen. Is er überhaupt daar een vert in Parijs? Of gaan ze die nog bouwen? Nee, die bouwen ze natuurlijk. Ja, okay. Want ze ook een gruwelijk dik park gebouwd. Ja, zeker. Maar dat, vroeger waren er natuurlijk ook veel, als er dan iets in de buurt was, dat ze van, oh wacht, staat daar iets? Oh, dat is maar 3 uur rijden. Ja. Shippen we ze daarheen en dan staan ze straks allemaal in de bos. Oh, op die manier. De official. Dat het de locatie wordt. Ja. Is niet ja, de bos ondenkbaar. Is toch een soort Parijs-Noord, hè? Parijs-Noord, ja, precies. Banlieue voorbij. Nee, maar er zijn er inderdaad. Er is een guy Duitsland, die komt uit Keulen, die geeft er ook les. Die rijdt 2-3 kinderen in de week, rijdt die op en neer. Even 3 uurtjes terug, op en neer. 2 uur rijden, zeg maar. Oké, 2. Even rollen en dan weer naar huis. Dus, ja, voor 2 uur. Nee, maar dat bedoel ik. Ja, dat is nog wel te doen. Dat is echt vet. Maar waar gaat je documentaire dan precies aan? Nou, die film die gaat dus heel ergens anders over. Die gaat over grootste brood met pindakaas. Nee, die film die vertelt dus aan de hand van archiefbeelden. We hebben echt beelden van 20, 30, 40 jaar geleden. Die film die vertelt op chronologische wijze dat hele verhaal van de ontwikkeling. Al die ups en downs. Hadden we een hal, moest die weer dicht. Stond je weer... Dit ook. Uiteindelijk inderdaad hebben jullie een soort van een heel park. Dus even de losers get lucky sometimes. Even the losers get lucky sometimes. Inderdaad. Ja, heel vet. Vette branding ook met hoe het eruit ziet allemaal. Nou, tof. Wanneer zijn jullie mee begonnen?
Anderhalf jaar geleden is dat, idee ontstaan. We zaten aan Hoer en Kasper zegt, ja, vet verhaal, maar hadden we daar maar beelden van? Zeg ik, oh, wacht even. Ja. Want ik had thuis... Al je oude maten binnenbellen en wat dan ik ook. Ik heb vroeger van de redactie had ik altijd camera bij. Dus ik heb toen al heel veel gefilmd. En er waren nog een paar andere jongens die, zeg maar, begin rond 2000 altijd al een rugzakje met de camera hadden. En die voor skatevideootjes. Ja, ja. Fisheye erop, weet ja, je wel. Ja, precies. Pas vanaf 2010 had iedereen een camera op zijn telefoon. Dus vanaf ja. toen was er heel veel beeld. Maar van daarvoor was het heel lastig. Ja. Maar we hebben ook, toen dat balletje op een gegeven moment rolde, dat mensen er weet van kregen. Van, oh, die trok aan de bel. Van, oh, een gast die belde of die stuurde een mailtje van, ja, ik heb nog een videoband. En VHS, cassettes. Ja, ja. Met een demonstratie 1997. Maar ja, laat maar zien. Ja. Nou, die beelden die zijn puur goud. Ja, vet. Echt, hè? 1000 kinderen met skateboards en inline skates op de markt. Zo, wij willen skaten op het bordes. Is gefilmd tussen de NOS-camera's. Ja, joh, dat is echt gek. Ja, ja, dus we hebben, maar wat we hebben gedaan is, we hebben van elk tijdvak hebben we ook de juiste betrokkenen hebben we gesproken. We hebben natuurlijk bekende skaters door de jaren heen. Ja, we lullen ook natuurlijk. Ja, die ja. kunnen vertellen van ja, vroeger hadden we een stoep met een plank erop en een baksteen eronder. En dat was live. En dat was het. Ja. Dat was het. Ja. En, vroeger een kliko, dat was het mooiste fucking obstakel dat je had. Een fucking kliko neerleggen, dat was het. Ja. En het verhaal begint eigenlijk in 85 als bij ons in de stad dan de eerste skateshop wordt geopend. Je had in Amsterdam had je al Rodolfo's. Ja. Rotterdam had RSI. Eindhoven had al iets. En in 85 werd in de Bos Downtown geopend. Die man, of toen nog een jonge vent, Erik Dalenwij, die hebben we ook gesproken. En die woonde heel lang in Zweden. Want hij had daar, jaren geleden had hij een berg gekocht in Zweden. Oh, wat lijf. Met een funpark en alles. En liftjes erop. Echt heel tof. Ja. Ik ben één keer geweest, 10 dagen geboren daar. Was fantastisch. Zet. Dus ik dacht, oh leuk, we gaan naar Zweden. We gaan naar Erik. Toen was ik in een smederij. Om daar ook met een hele oude skater te praten. Die heeft een hele grote rare smederij. En die zei, oh Erik, ja nee, die woont in Portugal. Oké, okay. We gaan naar Portugal. Ja, ja, ja. Maar ja, die runde daar een surfschool. Weet ik veel. Ja, prima, dat ligt in het verlengde. Dus ik mail die gast en 10 minuten later belt hij gaat mijn telefoon aan de deur. Inderdaad. Ja, ja. En met Erik, ik zit aan de buurt. Madeira. Oh. Madeira, even kijken waar het ligt. Ook Portugal, maar dan in de ja, dan nog eens 2 uur verder vliegen inderdaad. Het Hawaii van Europa. Ja. Was dat een eilandje? Ja. Madeira. Ja. Ah, okay. Dat is heel vet, ja. Gruwelijk. Ja, ik heb Madeira ben je er geweest voor die film ook? Ja. Je bent daar geweest? Ja, ja precies. Ja, we zijn op maandagochtend zijn we daar naartoe gevlogen. We hadden nog net het vliegtuig gehad. Het was net in de periode met al die wachtrijen en zo. Weet je wel, we waren 5 uur op Schiphol. Ik heb jou sowieso wel eens een keer het vliegtuig zien missen. Kut, ja joh. De fucking Tampesta op Heathrow. Vrees. Nou ja, die flashbacks die gingen alweer door. Was jij dat die Tampesta ging halen? En daardoor... Nee, mijn Tampesta die zat niet in een plastic zakje. Want op Heathrow moet alles in een plastic zakje. Ja, want ja. Dat voorkomt terrorisme. Ja, zeker weten. Ik en Simon waren ook mee. Wij bij die gate staan tot het laatste moment van mogen we nog even overblijven. Mogen. En op een gegeven moment zei dus de ground steward van ja, jullie moeten nu dat vliegtuig in. Want anders dan doen we de deur voor jullie dicht. En toen gingen wij dan maar een soort van schoorvoetend zonder pascal dat ding in. Ja. We zaten soort van aan de vlak bij die tunnel. En we zien op een gegeven moment letterlijk dat die gate losgaat. Zien we Pascal soort van aankomen Had je maar een skateboard gehad op dat moment? Ja, ik zag hem zitten achter het raapje van dat toestel zo. Sorry. Ja. Ik dacht dat Pascal was. Want ik ken ook een verhaal van iemand die koelkastmagneetjes ging kopen of zo. En dat is Boris altijd. Ja, ik wou net zeggen, zoiets hoorde ik van. Die doet altijd koelkastmagneetjes. Iedereen stond bij de gate te wachten, ging alleen nog koelkastmagneetjes halen. En kwam nooit meer terug. Ja, die shit die gebeurt. Dus, ja. Die gebeurt. Nee, daar zijn we heen geweest. En inderdaad, ja, een skateboard kwam niet meer. Die heb ik toen 2 dagen later op Schiphol weer uit een berg kunnen vissen. Zo. Nou, daar is hij weer. Ja, gelukkig. Dat is wel. Zo'n reisticket erop. Ja. Dat was altijd, weet je, altijd als we een skate trip hadden of iets, of er moest een skateboard mee, het was altijd, altijd gedoe. Altijd als ik op trip ging, en zeker naar LA of weet ik veel, dan ik nam altijd een dekje mee om te cruisen of dan hoef je niet alles te lopen. Ja, ook mooi en de ene keer is het, ja precies, nou ja, die op de steiger van Santa Monica. Ja. Ja. Maar de ene keer mag je het handbagage meenemen, de andere keer dan moet je de 20 formulieren voor invullen en een vinger voor afstaan. En het is echt zo. Of inchecken of niet, en dat is altijd wel de hit or miss. Ja, ja, dat klopt. Dus,
Maar dat is, daar begon de film en toen vanaf daar is het per decade eigenlijk stukjes verhaal totdat dus die hal gemaakt is. Ja, precies, precies. De mensen die daartussen aan het woord komen, dat zijn dus onder andere een wethouder die in de jaren 90 dat verbod doordrukte. Hij is een beetje de nemesis. Ja, maar die, tof dat hij erin heel zit. Heel tof dat hij mee aan boord ging. Dus heel cool. En ook de wethouder die ervoor zorgde van, hey, we gaan het anders doen. We gaan jullie geld geven en we helpen fanatiek actief mee voor een locatie. Maar zo zonder al te veel weg te geven natuurlijk ook van documentaire. Die wethouder die het verboden heeft. Ja, natuurlijk. Maar die leeft niet meer. Oh, dat waren oude beelden alleen nog. Nee, als in, die hebben ze doodgetrapt op camera. Ik wou zeggen, ik heb het even. Maar denkt hij er nu anders over bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel vooroordelen natuurlijk in zitten. Nee, ja, er is ook. Het was voor heel veel mensen toen een beetje de gevestigde orde. Weet je wat? Ja, het is allemaal nieuw en het is onbekend en het is een zootje ongeregeld en het is schorrimorrie. En skateboards maken herrie en ze hebben draadjes haar en weet ik veel. Ja, het zijn punks. Dus, ja, precies, precies. Maar het moet wel gezegd worden, die man. Die wethouder toen, Paul Cagie heet hij, die heeft zich daarna ook wel, hij was wethouder openbare ruimte, dus die is daarna wel, er zijn heel veel discussies daar in die gemeenteraad gevoerd, maar hij heeft daarna wel actief meegeholpen van, het moet een plek hebben. Dus de gezichten die stonden niet alle allemaal dezelfde kant op, maar later een heel eind. Ja, okay. Was dat een van de eerste plekken ook in Nederland dus waar dat op die manier gebeurde? Dat is het mooie. Het gebeurde eigenlijk op heel veel plekken een beetje parallel. Ja, precies. Wat je zegt, elke stad of dorp nu heeft wel een skatepark of een voorziening. Het pijnlijke, het zijn er zelfs zoveel geworden en ze zijn allemaal buiten. Ze worden allemaal niet gebruikt. In ieder geval, dat is wat ik altijd zie. Want de binnenparken, die zijn altijd ramvol. Ja. In Amsterdam heb je ook twee, zijn allemaal super tof. En alle buitenparken, daar hangen gewoon gasten met scooters. Gewoon bij ons ook, man. Het is echt doodzonde. Want ik weet, daarom vroeg ik ook van wanneer was het dat die hal gebouwd werd. Want bij ons, ik denk begin 2000, ook echt ten hoogtijde van Tony Hawk Pro Skate. Ja, toen zat vol. Ja, in Arnhem werden overal allemaal vette skate dingen neergezet. Allemaal buiten. Zaanstad ook. Ja. Super, super druk. Nu, het is een kerkhof, man. Ja. Echt zonde. Ja. Had Arnhem een binnenhal? Want volgens mij ging iedereen natuurlijk naar Nijmegen. Naar Walhalla. Volgens mij hebben we geen binnenhal, maar we hadden best wel toffe buitenplekken ook allemaal. Maar je gaat inderdaad gewoon snel naar binnen. Want dat is veel meer leuk hangen. Kan je even een koffietje doen. Nee, maar zo'n binnenhal heeft natuurlijk, dat vraagt veel meer aan hoe heet het, vergunningen en geregel en geld en noem maar op. Zit je daar nog steeds in? Ik ben nog betrokken bij de eerste hal, die heb ik meegebouwd. Gewoon een winter lang echt gezaagd met twee linkerhanden. En uiteindelijk wist je hoe je verstek Eclipse moest aangekomen en bouwen. Ja, dat was wel een goeie. En nu, ik ben nog beetje bij betrokken. Weet je, als in, ik help ze mee met bijvoorbeeld met teksten voor de website. Precies. Die soort dingen. Ja, maar tof. Dat wist ik helemaal niet vroeger. Ja. Dat je dat soort dingen maar inderdaad, het is zo. Kijk, er zijn heel veel indoorparken. Eindhoven, Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, noem maar op, Nijmegen. Ja. Die ontwikkeling om dat voor elkaar te krijgen, die is niet altijd even synchroon geweest, maar wel identiek als in, weet je, overal is een strijd voor geleverd. Ja. Overal zijn gasten geweest, lokale gasten, die zich hard hebben gemaakt voor die scene en die met de gemeente om de tafel hebben moeten gaan zitten en die zo ervoor hebben gezorgd dat er uiteindelijk iets kwam. Ja. En dan hebben we het over Nederland, maar ja, je kan je voorstellen dat het eigenlijk over heel de wereld een beetje zo het... Ronald die vraagt, wie is deze gast? Is hij een voormalig pro-skater? Hij komt me bekend voor. Ja, zeker. Zeker. Een voormalig pro-skater, de documentairemaker, cross-noordraaier, Pascal. Ja. En oud GameKings presentator, toevallig dat is het, precies. Maar nee, tof. Kunnen we het ergens zien? Nog de mensheid. Wel. Ja, we hebben dus vorige week, die première, die was echt mind-blowing dol, hadden we niet verwacht. We hadden, was het in die... In de Verkadefabriek. Oh ja, dat was het. Dat was dus niet in het skatepark. Theater. Nee, het was echt officieel een bioscoop. Ja, precies. Met een pre-party. We hadden een punkbandje van drie gastjes van 14 jaar. Ja. Die daar boem, tjak, en Michel Walraaf, een oud-gediende. Die ook. Die kwam ook later met de Chivies. Die kwam laat op de avond. Ja. Maar we hadden Q&A hadden we erbij. Dus even een overhandigingetje. Ik heb een mooie kick-push deck gehad. En, zeker, even, ja. En wat interviews, even wat vragen. Je hebt zo'n hele grote schaar, heb je zo'n lintje doorgeknipt. Ja. En toen gingen we naar de zaal. 150 man met allemaal betrokkenen en ja, geïnteresseerden en vrienden en familie. En iedereen was aan het... Ja, zo wil je een film kijken. Iedereen was aan het joelen, weet je wel. En dat was echt gek. Ik zat naast David
van Game. Oh, echt? Ja, ja, dat is mijn vriendin en dat is daar. Ja. En mijn pa zat daar. En die vriendin die kwam binnen. En elke keer als iemand in beeld kwam, dan was het... Ja, vet. Dat was allemaal klikjes en wat dan ook. En daarna was er dus een tour door het skatepark. Want dat ligt daar recht achter. Dus ook voor de mensen die het nog niet hadden gezien, konden dan kijken. En als je daar wilde achterkant naar buiten liep, dan liep je een te gekke grote kroeg binnen. En daar was de afterparty met Chivies en dan Sinkables. Oh, perfecte 90s punk. Ja, precies. En wat heel veel mensen zeiden die er waren van, holy shit, weet je wat hier gebeurt. Het was echt een bundeling van vriendschappen, van die way back gaan. Ja. Een soort reunie. Het was, was een soort van broedplaats. Ja, bepaalde energie daar. Het was echt bizar. Ja, broedplaatsachtig, zonder dat het soort van heel artsy, maar juist met een skateboard insteken. Ja, geschiedenis bij elkaar. Ja. Heeft hij nog een keer gedraaid en nou draait hij volgende week, zaterdag, draait hij nog een keer in de verkadefabriek. In de bos. Vet. Het filmfestival is bezig. Heb je hem daar niet naartoe gestuurd? Nou, dat is dus aan... kijk, ik ben niet van de films. Ik bedenk ze en ik vind het toch wel als iemand ze maakt. Ja, ja. Maar Eendracht Films, dat is de filmproductiemaatschappij die erachter zit. En dat zijn dan mannen die hebben ervaring met filmfestivals, documentaire festivals. Hij wordt ook als goed is nog verkocht aan bijvoorbeeld Omroep Brabant, maar ook misschien wel aan BN en Vara. Ja, op Netflix. Weet je, dus, of wat dan ook. Ja, Netflix. Ja, weet ik veel, maar het is van alles en nog wat. Maar die zijn daarmee bezig. Ja, zijn steeds meer streaming services die ook gewoon Nederlandse producties doorzetten. Dat klopt, dus, Ja, en we zaten zelf te denken om bijvoorbeeld vertoningen te organiseren in skateparken. Ja, omdat het verhaal super herkenbaar is. Ja, dat is ook leuk. Dat we daarheen gaan en dat we het even, weet je, een beetje een discussieavondje hebben en dan de film kijken. Dus hij duurt een uur, dus dat is niet te lang, niet te kort. Nice, ik ben heel benieuwd inderdaad. Weet het, jij die vroeg nog van hoe ging dat soort van naast je werk? Maar dat is omdat je altijd dat al naast je werkt. Het is gewoon de hobby, weet je, de uit de hand gelopen hobby. Trouwens, je hebt er nog geen muziek, want je moet zo meteen ook de deur uit. Ik heb straks weer optreden inderdaad. Ja. Nee, daar hebben we inderdaad, we hebben 's avonds het verhaal telkens geschreven. Kasper die heeft een grafische studio. Hij ontwerpt onder andere ook decks voor Zero. Het team vet. En zo. Ja. Wow, yeah. Dus die zit ook heel veel in de skate. En het was gewoon heel makkelijk schakelen. We zaten heel erg op één lijn wat we voor ons hadden. Wat we inbeelden van oké, zo moet het gaan worden. De mensen van Eendracht Film die hadden iets heel anders voor ogen. Die wilden echt een film maken. Ja, film. En die snapten niet dat er heel veel skateboard porno in moest. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Dus, en uiteindelijk is het wel een goede combo. Ja, ik ben wel trots. Ik ben blij met het eindresultaat. Ja, tuurlijk. Precies. Ja. Ja, leuk man. Dat, we gaan het inderdaad proberen nog. Bij ons wordt het lastig om dat in de bios te checken. Maar als hij een keer ergens langskomt op de small screen. Ik ga niet op de hoogte. Ja, heel graag zelfs. Dus ik ben reuze benieuwd. En vanavond moet je dus moet je spelen. Voor de Tilburgers onder ons. Wie, wat, waar, hoe, wanneer? Tilburgers onder ons. Tilburg in de huis. Little Devil als vanouds. Eén keer per jaar is het daar feest met ons. En dat was dit jaar. Iedereen, elke band uit Nederland speelt daar ongeveer één keer per jaar. Altijd leuk. Ze hebben het podium je achterin inderdaad iets verbreed, dus er is iets meer plek. Ja. En gratis entree en er speelt nog een band uit Duitsland. Nice. Ik geloof een melodieuze deathcore band. Ik weet het niet precies. Sick. Wat wou ik zeggen? Heb je gitaar niet mee? Dus nee. Die wordt gewoon meegenomen uit de oefenruimte. Ja, precies. Ja, dat wordt allemaal geregeld. Ja, precies. Niet dat je die soort van dat je hier zonder dat ding en dat we dan zoiets hadden. Allemaal koffertje en dan. Die heb ik in de trein laten liggen. Goede vraag ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Hoe heet de band? Arise 1000. Ja. En ik zie daar ook een opmerking inderdaad van. Ik zie dat Steffi Storms de regie heeft gedaan. Ja, van Dogwerk. Dat is een hele goede regisseuse. Tof. Goeie naam ook. Steffi Storms. Ja, haar vriend die organiseert dus Jera. On Air. Jera On Air. Waar je ook hebt gespeeld. Maar dat, volgend jaar wel. Die zijn wat Kieten. Ja, met deze band. Maar we gaan ook een soort van een all-star andere jongens band. Dat we allemaal oude punk en metal. Nice. Cover shit. Heel tof. Het NK skateboarden is eind november in World Skates en in Den Bosch. Oh, nice. En dan gaan we op de afterparty deze band spelen. En dan spelen weet ik van Novex en Thrice en Foo Fighters en Lekweg en liedjes. Dus, Ja, ze rijdt je kerst machine. Ja, ook eentje. Tuurlijk. Ja, vet. Nou, dat is lachen. Koos, wat heb jij naast je liggen? Even tussendoor. Bedoel je dit of dit? Nee, de stickers die hebben we al laten zien. Ja, die inderdaad. Oh jongen, ik ben er zo blij mee. Ik zag hem van de week voorbij komen op je Twitter. Ja, hij is eigenlijk binnengekomen, jongens. Mijn eigen Steam Deck, want we hebben natuurlijk een review unit gehad een paar maanden geleden. Maar ik heb eindelijk mijn eigen Steam Deck. Ik heb er wel iets van een half jaar op moeten wachten. Maar hij is er. En het is voor mij echt de droom. Want ik kan Final Fantasy... Ik vind het echt bizar. Je kan hier gewoon Final Fantasy 7 Remake op spelen. Ja. De PC-versie. Voor het eerst echt een mini-PC, toch? Echt een fucking mini-PC en gewoon 60 fps.
Ja. What the hell? Mag je nog vast hebben? Ja, tuurlijk. Doe je ding. Game je nog wel eens, Pascal? Zeker wel. Ja. Sowieso deze week voor een review die we er straks gaan doen. Dat sowieso. Nou ja, jij bent een van de weinigen van GameKings die altijd heel netjes een boekje mee had en daar een soort van zijn aantekening in gaat. Ja, tuurlijk. Komt natuurlijk uit de schrijverij. Ja, dat. Dus. Maar dan heb ik tijdens het game heb ik een ingeving en denk ik, oh ja, die ga ik natuurlijk niet onthouden. Nee, even opschrijven. Dat, ja, precies. Ja. Nee, dan had ik weer een zinnetje om te delen. En zei je, oh ja, leuk. Blijk. Dat was het moment. Daarvoor heb je dat tripje mee. Ja. Nou, ik had dat als wat tripwaren en dat soort shit. Maar dus skate games. Maar... Ja, er zitten nog extra buttons aan de achterkant. Inderdaad, ik zie ook mensen zeggen van, ja, dat ding is echt enorm. Is niet meer portable. Nee, dat klopt. Maar ja, enorm is. Zoals een wijs man ooit zei, je hoeft hem niet in je kont te stoppen. Nee. Ja, vooral dat inderdaad. Hij zit gewoon hier in deze case en die flikker ik gewoon in mijn rugtas. En ik kan ermee spelen. En hij kan ook niet kleiner, want ja, je hebt natuurlijk ook gewoon met PC-games te maken. En die zijn eigenlijk gemaakt voor een groot scherm. Wat betekent dat de lettertype vaak kleiner is. Als je kleiner gaat, kan je niet meer lezen. Ik vind het echt een hele leuke grap. Voor iets dat soort... je hebt hem niet in je reet. Met een tegeltje. Nou ja, ik bedoel, de PSP en al die dingen, ja, die waren kleiner inderdaad. En dat is inderdaad handiger, maar die stop je ook al niet in je broekzak. Ja, kan wel, maar niemand doet dat, toch? Nee, lijkt me niet. Nee, precies, maar... daarom. Je telefoon is deze al bijna te groot. Ja, nee, daarom. En hij is dan zo groot, omdat je hem dan ook nog goed vast kan pakken. Ja, en het toffe is, er zit nu gelijk pepernotendust, toch? Oh, maar dat ging sowieso gebeuren. En ik moet ook zeggen, ik ben ook wel blij dat ik een latere versie heb gehad, want de review unit was de eerste generatie product volgens mij. En ik heb nu een iets nieuwere, en die heeft een andere fan, en die maakt minder geluid. Dus, kijk, dus normaal wil je eigenlijk van fans dat ze meer geluid maken. Nee. Wow. Wow. Oh, jee. Zo laat is het nog niet, hè? Nog geen bier. Dat joke, nee. Dat over bier gesproken, inderdaad. Zal ik het even halen? Wil je een Leffe Blanc of wil je een goedkoop pilsje? Wat is een goedkoop? Welk merk? De Klok. De Klok? We hebben de Klok pils of een Leffe Blond. Ja, nee, Leffe Blond vind ik te zoet. Oh ja, nee, maar, je moet ook spelen vanavond. Ook, ja? Nee, dat mag niet zo. Een klokje, ik wil ook een klokje. Twee klokjes. Klinkklokkie. Lekker. Maar nog steeds af en toe aan de gaming. Ja, dus. Nou, ik heb dus heel de week lekker vrij gehad. En dat was lekker chill. Ja. Wat speel ik? Nou, ik speel nou dus vaak veel met mijn kindjes. Ja, ik wou net zeggen. Je dus zijn 4 en 7. Met de kids. Die ben je natuurlijk nu aan de gaming aan het helpen. Ja, die ene zit net als 300.000 miljoen andere kinderen te Robloxen op een tablet. Oké, ik dacht Fortnite. En daar zit je naar te kijken en denk je, ja, het is allemaal wel. Wat is dat precies? Want... Ik heb geen idee. Nee, het is een soort, het ziet er spuuglelijk uit, maar er zijn ontelbare minigames in. Het is heel makkelijk om zo'n gamepje ook volgens mij te maken. Ja, oh, dat en is het. Klopt, het is community dingen, gewoon minigames. En dat is het leuk en dat is het vermakelijk, want het verbindt echt. Ja. Ze heeft allemaal vriendjes en er komt een vriendjes. Online komt. Of ook... Ja, naast elkaar op de bank, maar dan zijn ze ook gekoppeld en zo. Dus, ja, precies. Ja. Dus dat is leuk. Olly, mijn zoontje, die speelt Olly. Nee, joh. En hij speelt keivet. Super moeilijk ook. Nee, daar valt wel mee. Oh nee, sorry. Olly World. Ja, die vind ik wel moeilijk. Met dat timing. Ja, precies. Ja. Die is super leuk. En als ik het niet haal, dan geef ik die controller aan hem. En die kleine, die fixt. Echt? Ja. Nu al? Oh, dat is wel heel knap dat inderdaad. Is wel tof, ja. Meestal is het een jaar of 14, 15, de prime. Nee, dacht hij ik doet altijd, het nu. Nee, want die game is ook voor, ik weet niet, vanaf 9 of ik weet niet. Er zit altijd wel een Peggy bij, maar dat is meer voor de moeilijkheidsgraad inderdaad. Precies. Ja, nee. Dat er Rocket League spelen is dat stof. Ja. Zelfs ik had de hele week vrij, dus we hebben gedaan. Sniper Elite was ik aan het doen. Sniper Elite 5. Leuk. Ik heb de oude Battlefield, de Eerste Wereldoorlog game, die heb ik weer eens aangeslingerd. Dat vond ik gewoon leuk. Battlefield 1. Ja. Maar, ja? Maar heb je dat toch? Hele, heb je de ontwikkeling van de Battlefield franchise? Of eigenlijk van jullie, 20 jaar Battlefield. De desontwikkeling van, wat er gewoon een soort van sinds 4 is het eigenlijk een soort van, vindt iedereen hier op de redactie, steeds wat minder gegaan of geworden met die games. Tot op het punt bijvoorbeeld dat er nu in 2042, de nieuwste, zit er geen, of misschien nu wel, er zaten geen leaderboards in. Nee. Want dat was een soort van, de ene was beter dan de andere, dus dat was toxic. Er zat geen teamchat in, zodat je niet met elkaar kon praten. Want er kon gescholden worden. Dat is gewoon een lek, chef. De Klok, die klokken we even lekker naar binnen. Zeker. Nee, maar dat is gewoon onzin inderdaad. Ik zit toch? Wat dat betreft nog steeds te wachten op... Ja, als het dan toch zo leem gaat worden, gooi dan een Battlefield Bad Company weer eens eruit. Daar zit iedereen op te wachten, inderdaad. Gewoon lekker lineair kutten gewoon. Ja, nee, daar hadden we het laatst inderdaad ook over. En dat,
Daar zijn we het allemaal mee eens. Yo, kijk. Hoe zijn we op Battlefield terechtgekomen? Pascal die speelt op dit moment af en toe eventjes Battlefield 1, die even aanslingert. Ja, ja, nee, ik vind het ook wel grappig. Ik zag dat ook. We hebben deze week een item opgenomen met 20 jaar Battlefield. En daar blikken we helemaal op terug. Voor mij is Battlefield 1 begin van het einde. En ik weet, voor heel veel mensen is Battlefield 1 hun favoriet. Begin van het begin. Ja, niet begin van het begin. Begin van de reboot. Ja, ja. Volgens mij is het wel een algeheel consensus dat 2042, die is gewoon kut. Ja. Weet je wel? Ja, en, ja. En 5 was ook al niet zo heel erg best. 5 is de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, die kwam, die ja, kwam klopt, naar 1. Ja. Dat ja, was, je hebt 1, 5, 2042. Ja, het loopt allemaal door elkaar. 5 was inderdaad dat je in Rotterdam... precies. Ja, Tweede Wereldoorlog Rotterdam. Je bedoelt niet de allereerste Battlefield, toch? Je bedoelt toch gewoon Battlefield 1? Ja, Battlefield 1. Ja. Ja. Dus is, de eerste is Battlefield 1942. Ja. Ja. Ja, maar die is fucking oud. Ja. Die is echt heel oud inderdaad, ja. Maar daar hebben we het ook over gehad. Nog steeds leuk. Ja. Ja. Nou ja, cool. Daar ben je dus inderdaad alsnog gewoon af en toe mee bezig. Gewoon even om te ontspannen. Als ja, hobby. Nou ja, precies. Echt als hobby. Ja, ik heb er afgelopen jaar ook niet zo heel veel tijd voor gehad. Inderdaad, met kids en band en een film maken natuurlijk. Maar, precies. Af en toe inderdaad lekker... Even een half uurtje, uurtje. Nou ja, welkom bij Einde van de Week Vrijdag, waarin we het nieuws van de week doornemen. Nou, lijkt me leuk. Ja, toch? Laten we gelijk beginnen met het grootste. Nou, gelijk beginnen, ja. Er zijn twee nieuwtjes dat toch wel het nieuws hebben gedomineerd deze week. Laten we beginnen met Skull & Bones. Zeker. Want het staat bovenaan. Dus ja. Dan doe ik het gewoon. Het is makkelijk. Doe ik die gewoon als eerst. Skull & Bones is weer uitgesteld. Ik dacht dat het voor de derde of vierde keer was. Maar. Het is voor de zevende keer is Skull & Bones uitgesteld, jongens. Heb je dat wel eens meegemaakt, Pascal? Een game die, zo lang? Meestal is het dan gewoon uitstellen en afstellen in dit geval. Hè? Precies. Als het zo vaak wordt gepoeld. Maar hij moet uitkomen. Want deze game is met heel veel subsidie is die in development opgezet. Van wie? Kijk, denk Volgens mij van een bepaalde overheid, maar dat weet ik niet 100% zeker. De Franse dan waarschijnlijk? Of nee, de Canadese? De Franse. Nee, hij werd ergens anders werd die ontwikkeld volgens mij. En daar hebben ze best wel wat funding ook voor gekregen. Dus hij moet uitkomen. Nee, Singapore. Ja, ik wou net zeggen Singapore. Dat was hem inderdaad. En dus hij moet uitkomen. Die hebben geld maar zat, het gekke is ook gewoon, dat heb jij ook meegemaakt bij de Gamescom. Er was maar één game eigenlijk waar Ubisoft groot mee uitpakte op de Gamescom. Dat was niet Mario plus Rabbids, gek genoeg. Want dat is toch een die game kwam die kwam bijna uit en die was lachen. Ja. En wel goed is inderdaad. En ze zetten alles op alles bij Skull & Bones voor Gamescom. Konden niet spelen. Nee. Kon alleen een behind-the-scenes presentatie bijwonen. That's it. Ja. Waarom zijn we zo vaag over die game, man? Dat is eigenlijk altijd een zwakte bot. Ja? Ja. Ja. Dat is echt het laatste redmiddel wat je dan nog kan bieden aan de serieuze. Ja, want dan heb je wat je daar laat zien, heb je zo zelf onder controle gehad dat je alle lelijke dingetjes weg kan poetsen. Maar we hebben wat gameplay ervan gezien en de hele wereld vond dat ook niet tof. Dus ik kan me voorstellen dat voor de zevende keer is uitgesteld. En je zou toch na drie keer wel moeten denken van, hey, we zijn hier een game aan het maken die niemand wil. Dus wat gaan we ermee doen? Maar ik denk dat ze alsnog weer nu aan het soort van heroverwegen zijn van, oh, maar wat kunnen we hier nog aan veranderen? Dat mensen het wel leuk vinden. En dat zeggen we al jaren, hoor. Dat Creed Black Flag in een ander hoesje prop en die uitgeven. Ja, maar dat is letterlijk dit. Maar het is ook niet alsof wij, kijk, want die game is al echt heel lang geleden aangekondigd. Volgens mij was het bij mijn eerste E3 al dat een feit was. Het was denk ik een paar maanden na Black Flag dat de game maar we hebben nog nooit. Ja. Maar we hebben nog nooit. Het is ook letterlijk dat, hè, Pascal. Het is de Sea Combat van Black Flag. Maar we hebben nog nooit een hands-on gehad sinds die tijd. Wat echt al heel veel jaren geleden is. Kijk, en als je dan een hands-on hebt, dan kan je tenminste nog feedback geven. Ik had een hands-on kunnen hebben. Precies is. Je hebt wel een hands-on kunnen hebben? Ik had een hands-on van deze game kunnen hebben, maar ik kon niet omdat ik voor wanneer was dat dan? Want het 2-3 weken terug. Op een woensdag moet het wel onlangs zijn geweest. Ja, zeker. Wat in de afgelopen jaren helemaal niks. En dat die ook dan weer zo achter behind closed doors wordt weggesluist op de Gamescom. Vind ik ook raar, want er staat gewoon midden in het consumentengedeelte. Ja. Oh ja, over Black Flag gesproken. Dat is ook zo'n mooie trip waar we toen op geweest. Weet je dat nog? Ja, dat was bizar. Dat was voor één game, we zaten echt 5 dagen of zo, bijna een week. Heerlijk te vreten. En naar dolfijnen te kijken. Dolfijnen kijken, ja. Ja, daar hadden we het net nog boven over. Van, dolfijnen? Hoe vroeger alles beter was qua trippies. En dat je tegenwoordig je handjes moet wrijven als je überhaupt mag gaan. Deze was tof. Een hele rare leuke. Ze hebben dat huis gezien van Columbus. Van Columbus inderdaad. Huisje, ja. Het geboortehuis van Columbus. Kun je je voorstellen? Het was denk ik voor rijke mensen was het de koelkast. Was een soort stapel stenen met een deur erin. Ja. Ja, het was kut.
het bestond echt. Nou, het was een tolhuisje. Het letterlijk gewoon een tolhuisje. Ja. Ja. Wow. Ja. Maar het was wel het huis van Columbus ooit. Ja, vroeger waren die Amerika kleine, ontdekt hè? Heeft. Ja. En toen mensen Indianen heeft genoemd. Ja. Dus eigenlijk hadden we dat hokje omver moeten douwen. Haar moeten pissen. Ja. Ik weet niet of je het mag zeggen ontdekt. Ik bedoel, als ik een vliegtuig pak naar Amerika, dan heb ik ook niet Amerika ontdekt. Nee, precies. Nee, precies. Nee, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja. 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 Precies wat er is gebeurd. Maar over Amerika gesproken, wat is jouw personal grudge vendetta tegen met Trump? Oh, daar heb ik altijd zo genoten. Heerlijk, hè? Daar heb ik echt van genoten. Met Trump. Ja. Dat is echt heerlijk. Dan moeten we dit opraken? Van Twitter afging. Want ik ging altijd even kijken. Nou, wat heeft die gek weer getweet? Dat heeft Pascal gezegd. Ja, dat moment, serieus, dat was denk ik 's ochtends dat ik dat zag. Ik had echt het gevoel alsof ik boss level Twitter had uitgespeeld. Ik kreeg van een vriendin, die belt me op en zegt, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Die kwam 's middags langs, die kwam een doos donuts brengen als prijs. Fuck yeah. Nou ja, ik vond het juist wel jammer. Ik vond dat altijd wel genieten. Ja, ja, ja zeker. Maar ja, dat is gewoon, je voelde gewoon de urge om gewoon elke dag als je in de trein zat even hopelijk het leven van die man. Ik kan niet tegen zoveel stompzinnigheid, tegen zoveel non-logica. Ja. Echt, kom op zeg. Niet alleen de non-logica, maar ook echt, ik denk misschien wel de allergrootste narcist aller tijden. Dat ook, en de absurditeit. Dat letterlijk, ja. Het was, maar is dat op een gegeven moment naar iets anders verplaatst? Want het was op een gegeven moment gewoon denk ik je dagelijkse, sporadisch. Als je even zat te kakken. Dat jij even Trump fucking outcallen was. Ik zit nou een beetje op. Nou ja, er zijn genoeg van die nitwits daar. Zo, die Marjorie Taylor Greene of zo. Of die, weet ik veel, die representatives. Die alles ontkenners, die bestaansontkenners. Denk je, jongen. Ja, het is moet je af en toe eventjes oprekenen. Schrijnend af en toe. Ja, precies. Je moet iets hebben om je druk om te maken, toch? Af en toe. Ja, maar je ventileert het zo lekker direct naar die mensen. Dat is gewoon leuk. Ik zie dat de chat heeft iets meer context nodig. Een beetje context zou wel lekker zijn. Wat was er dan? Ik zit namelijk niet op Twitter. Niks bijzonders, maar hoe heet het? Trump was natuurlijk altijd een notoire, gewoon onderbuikgevoel twitteraar met alleen maar hoofdletters volgens mij ook. Ja, dat was de enige manier waarop hij twitterde. Complete onzin wat die man altijd stond te verkondigen. En... Maar letterlijk, maar voor mijn gevoel bijna op iedere tweet van Trump was een reactie van Pascal. Ja. Fucking oranje idioot die je er bent. Dat was het altijd in het Engels of zo. Ja. Ja, dat was gewoon grappig. Ja. Het waren mooie tijden. Ja, het was gewoon grappig. Ja. Dat. Maar we hadden het over piratengame, Skull & Bones. Maar ja, nee, maar we zeggen al zo lang, gooi die game gewoon weg. Maar, ja, maar dus nu zeg je subsidies. Ja. Ja. Maar is het niet zo, dat zijn er niet veel van die soort echt grote titels die nog steeds worden aangekondigd en dan uiteindelijk maar weer verdwijnen? En als je dan aan het einde van het gebeurt wel eens. Wat hebben we eigenlijk wel allemaal wel gezien? Wat is er wel gereleased? Ja, nee, dat gebeurt nog steeds wel eens. Alleen... Van deze game is het al zo lang en een verhaal dat soort van iedere game heeft zoiets. Wanneer had hij origineel moeten uitkomen? 18, 19? Ik denk wel eerder eigenlijk. Cool. Ik denk echt eerder. Want ik weet niet zo goed meer wanneer was het, 2016 was dat Black Flag? Weet jij dat nog? Wanneer we op die trips geweest? Nee, eerder. Eerder, hè? Ik denk dat die game een jaar of drie na Black Flag had uit moeten komen. 14 of zo, denk ik. Ja, precies. Ja. Nou, dan is het toch inderdaad wel 17 of 18 inderdaad dat die game had uit moeten komen. En het ding is daarbij ook van, die game had natuurlijk al lang moeten uitkomen. Maar ook dan de berichtgeving, Ubisoft heeft volgens mij 2 weken geleden hebben ze bekendgemaakt. Wij gaan de prijzen verhogen van onze games. En de allereerste die met die prijsverhoging te maken gaat krijgen is Skull & Bones. Want dat was de eerste die zou moeten uitkomen. Mm-hmm. Weer uitgesteld. Ja, dat is niet de good look om een hoofdprijs te vragen natuurlijk voor deze game. Sowieso niet. Maar wat ik zeg, deze game is echt gedoemd te mislukken. Want dat toen die game werd aangekondigd, had iedereen zoiets van... Oh, dat is eigenlijk gewoon de Sea Combat van Black Flag. Dus dan moeten ze dan wel iets heel speciaals mee doen. Ja. Willen ze daar een game... En inmiddels 7, 8 jaar later is het nog steeds niet uit. Maar wat is dan het probleem? Als er toch iets al bestond, hoe moeilijk is het dan... Dat je dat na 7 jaar niet nog een keer kan doen? Omdat dat stukje was gewoon een stukje uit een hele grote game. Ja. Maar dat stukje alleen aan zich is denk ik gewoon niet leuk genoeg. Nee. En daar blijft ze gewoon mee kutten. Dan weet je, dan prop je er een hele hoop cinematografische scènes tussen. Om het aan te dikken. Dat hebben ze volgens mij ook gedaan. Ja, maar het is een online game. Dat is een beetje een ding. Het is een online game. Dus daarom is dat lastig voor om de hele tijd het ding met verhaal te doen. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, games als Rocket League. Super simpel. En iedereen speelt het. Dus je had dat precies wat jij zegt eigenlijk wel moeten doen. Je had gewoon die Black Flag Sea Combat. Gewoon een soort van een andere naam. Customizable characters. 40 piek had gevraagd, 30, 40.
40 piek, ja, fijn. Toch? Dat had je ook niet zo veel te kunnen klagen. En nu krijg je een van de grootste flops ooit naast Anthem of zo. Weet je, dat, ja. dat schreeuwt iedereen al jaren. En ze blijven het maar, aan het dode paard trekken. Ja. Maart 2023. Van de dode ja. Dan maart 23 moet die uitkomen. We gaan zien of het of gaat is gebeuren. Gevoelsmatig in gamestermen ook al bijna. Ja, ja, nee, zeker weten. Dat is nog een half jaar. Dan zijn we er alweer. Maar dat is ook een ding. In een half jaar kan je helemaal niet zoveel doen. Nee. Ik bedoel, je kan niet die game opnieuw uitvinden. Kun je de puntjes op de i zetten. Maar... Precies dat, ja. En ja, voor mijn gevoel hebben ze toch al een paar jaar gehad nu om de puntjes op de i te zetten. Heel veel puntjes op heel veel i's. Ja, ja. Omlauts. Ze werken alleen nog maar met omlauts daar. Ja. Imlaut. Nou ja, dat... Laten we maar... Doorgaan naar het volgende ja, nieuws. Precies. Ook de nieuws. Wat niemand zal gaan verrassen, denk ik. Maar, wel hoor. Wel? Ons niet, maar mensen waarvan ik... Nee, vrienden van mij, casual gamers, die vinden die shit lijp. En die gaan hier zeker... Ik snap dat ze die shit lijp vinden. Ja. Ik ben er altijd wel redelijk positief over geweest. Maar laat ik heel even het nieuws eerst benoemen. Want Google heeft officieel nu de stekker uit Stadia getrokken. En Stadia, dat is de cloud gaming dienst van Google. Die ze in november 2019, volgens mij, hebben ze dat uitgebracht. Uh-huh. En het was eigenlijk al vanaf het begin gedoemd om te falen. Niet omdat de techniek niet werkte, want de techniek werkte, het stond als een huis. Ja. Echt, die hele infrastructuur van de hardware als een ook. Huis. Ja. Hardware was helemaal fijn. Ze hebben echt nooit hun best gedaan om dit aan de man te brengen. Nee. Nooit. En ik snap niet waarom. En een hele businessmodel was super verwarrend. Want toen het uitkwam, dacht iedereen... Oké, dit is de Netflix van gaming dus. Ik betaal gewoon een vast bedrag per maand. En dan kan ik gewoon een selectie aan games spelen. Nee, dat was het niet. Je kon games loskopen, maar dan moest je nog steeds een vast bedrag per maand betalen. Wilde je het in 4K kunnen spelen en dat soort dingen. Ja. Krankzinnig. Ja. En ze hebben er nooit echt een push aan gegeven. En dus is het nu ook gewoon einde verhaal. En het is ook wel een pijnlijk iets voor Phil Harrison natuurlijk. Die heeft nu echt die is elke console launch. Ja. Elke console launch waar hij bij betrokken is. Ja. Dat is gewoon fucked up gegaan. Maar hoe zit het nou met... Want je bent, als je daar een game hebt gekocht, is het dan wel of niet van jou? Je bent je geld kwijt, hoe zit dat? Nou, kijk... Bij eigenlijk geen enkel digitaal platform, ook Steam niet en PlayStation Network en Xbox, ben je niet de eigenaar van de content. Je maakt er gebruik van. Ja, bij wijze van je hebt een licentie om dat te kunnen spelen. Zelfs als je in de winkel een disc koopt, dan kan het gewoon zo zijn, je bent niet de eigenaar van die game, maar met die disc heb je de licentie en dan kan je het gaan spelen. In dit geval, iedereen krijgt geld terug. Volgens mij krijgen ze het ook voor hardware, maar in ieder geval voor alle aankopen voor software krijgt iedereen terug. Jij kijkt heel moeilijk. Nou, dat had ik niet verwacht. Gewoon, ik kanttekening zegt, ik had die Cyberpunk bundle toen genomen. Vraag me af wat ik precies terug ga krijgen. Nou ja, het geldt dan voor de dingen. Maar überhaupt... Digitale aankopen, vooral. Ja, maar dat... Wat de Chromecast kan je nog gewoon gebruiken natuurlijk. Tuurlijk, ook de controller kan ook. Je ook gewoon gebruiken. Ja, dus dat krijg je. Maar alsnog, als je iets aanschaft, en of dat nou een service is, of een dit of een dat, dan is dat niet automatisch zo dat als je de koop aangaat, dat je dan soort van de risico's die dat met zich meebrengt... Dat is wat deze vraag ook allemaal oproept. Ze hebben het gezegd en dat je krijgt je geld terug. Ja. Maar het is iets wat, zeker van zo'n groot corporate bedrijf, compleet tegen je gevoel ingaat. Ja. Nou, en dat maakt het zo'n heikel ding. Ik denk dat ze niet anders kunnen. Ten eerste omdat de service zo kort bestaat. Mm-hmm. En ik denk wanneer je daar een zaak van gaat maken... dat je er best wel de rechter kan overtuigen... Ja. Dat het niet in de reële spantijd is... om met de licentie die je hebt gekocht aan de slag te gaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ze zullen de class action lawsuit voor zijn. En al helemaal omdat... als je gewoon hun Twitterberichten leest van Stadia... ze reageren ook vaak veel mensen... Ze hebben nog gewoon tot vorige maand iedereen actief zitten aansporen om games te kopen. Het was een bliksemslag bij helder hemel inderdaad. En ik denk dat je wel een goed punt hebt inderdaad om gezeik voor te zijn. Dat ze dit meteen naartoe zeggen om inderdaad rechtszaken of andere En dan ben je nog dingen... verder van huis. Ja. Ik bedoel, dan moet je nog steeds terugbetalen. Je hebt een enorme deuk in je imago natuurlijk. En dan kost je extra knaken. Want ik hoor iedereen nu zeggen, oh dat is wel netjes van Google dat ze geld terugbetalen.
Ja, oké, dat is netjes, maar ze konden letterlijk kan niet anders. Dat kan echt letterlijk maar niet anders. Ik ben benieuwd dat wanneer je, als je altijd als je iets koopt en helemaal iets digitaals, weet je, dan krijg je een soort van 15 A4'tjes aan dingen en die leest niemand, die scroll je gewoon door en dan druk je op akkoord, gekocht, klaar. Er staat toch wel ergens in, hey, mochten wij voor wat voor reden dan ook failliet gaan of stoppen met onze service. Maar als het irreëel is, en zeker wanneer je nog een maand voordat je dus uiteindelijk de stekker eruit trekt, mensen actief het aansporen om nog steeds te kopen. Er waren ook tweets van, yo, no, we're not shutting Stadia down. Ja. Er komen in de toekomst komen nog heel veel titels eraan. We zijn invested hierin. Okay, en een maand later trek je de stekker eruit. Ja, nee, ja, dan snap ik het. Ja, nee, maar dat heb je natuurlijk ook. En ja, je hebt geen alternatieven. En ik bedoel, je kan natuurlijk ook gewoon bij Steam, God forbid, het zou gewoon, de kans is heel klein, ja, maar het kan gebeuren. Dan heb je nog steeds de software. Je kan het mogelijk maken om het te downloaden. De hardware heb je al, want het is gewoon universeel Windows of Linux, waar je het ook op speelt. Dus daar zijn altijd alternatieven voor te bedenken. Hetzelfde met PlayStation, noem het allemaal maar op. GOG heeft bijvoorbeeld ook. Daar ben je gewoon wel echt de eigenaar van de game. Kan je gewoon downloaden. Heeft geen activatie meer nodig of iets dergelijks. En ja, hier, je zei net al, donderslag bij heldere hemel. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor developers. Ja, want, voor mensen daar zelf. Ja, maar developers ook, want er zijn nu echt veel tweets al online gekomen van developers. Die zijn echt pissig. Ja. Want die hebben zoiets van, what the fuck? Volgende maand komt mijn game uit op Stadia. En ze hebben me nog nooit wat verteld over dat dit ging gebeuren. Miljoenen geïnvesteerd. Ik lees het hier net zo als jullie op hetzelfde moment. Krijgen die ook hun geld terug? Voor die investering. Nou ja, blijkbaar heeft Google dus wel diepe, dat hebben ze natuurlijk ook, maar ik bedoel een soort van diepe zakken dat ze al die games gaan terug betalen. Op welke termijn gebeurt dit? Geen idee, dat durf ik ook niet als in te zeggen. Het stoppen? Oh, het stoppen. Een maand? Volgens mij, dat was wel bekend. Volgens mij, eind jaar misschien. Nee, eerder. Ja, ik dacht februari 23 of zo. Later. Oh, dan? Ja. Dan. Oh, ik dacht sneller. Oh, begin januari, ja. Ja, oké, maar is dat dan bijvoorbeeld niet zo? Stel nou dat het dan 3 jaar is dat ze dan in bedrijf zijn geweest en dat dat precies genoeg is om de lawsuits tegen te gaan of weet ik veel. Dat het langzaam weg appt, zeg maar. Net als dat op een gegeven moment de Vita werd. Ja, bijvoorbeeld. Zoiets ontkoppelen. Maar 10 jaar, kijk, dat is een reële tijd. Ja, dat licht kan bloeden. Niet. Nee. En al helemaal niet wanneer jij vorige maand een game hebt gekocht. Nee, 3 maanden. Nee, maar en als je echt inderdaad in januari gewoon alle servers gewoon cut en stopt zet. Maar wat nou als je gewoon de servers nog een beetje laat doordraaien? Doorcijpelen, ja precies. Geen nieuwe mensen, geen... Dat is letterlijk hoe ze Stadia vanaf het begin gerund hebben. Ja, dat is ook zo. Het was er al alsof het er niet was. Ja. Hier, Wousley krijgt €300+ terug. Maar ik ben benieuwd of een maat van mij, die dus ergens wel casual gamers zijn, of die dit überhaupt weten. Ja, ze krijgen vast wel een mailtje dan van Google. Nou, je kan nu al niks meer kopen in de store. Nee. Dus de store is nu gesloten, je kan niks meer aanschaffen. Maar ik ben ook wel benieuwd, bijvoorbeeld mensen die DLC hebben gekocht. Ik bedoel, ik weet Destiny was een grote titel die werd gelanceerd bij Stadia. Wat als jij Silver hebt gekocht vanuit, en dat zeg maar de in-game currency van Destiny. Want als je zilver hebt gekocht via Stadia, krijg je dat ook terug. Want dat kan je ook alweer spenderen in de game zelf natuurlijk. Ja, ik vind het heel vreemd. En anderzijds, het is ook wel heel logisch. Xbox Game Pass, die heeft het gewoon veel beter gedaan. xCloud krijg je gewoon gratis erbij. Als je al Xbox Game Pass hebt, kan je gelijk met xCloud overal die hele bibliotheek aan de slag. Ja, probeer dan nog maar eens mensen Stadia te verkopen. Dat is ook gewoon heel erg lastig. Xox die zegt, ik had ergens nog wel verwacht dat Stadia een soort van laag 1 infrastructuur had kunnen krijgen voor derde partijen. Gewoon een white label service. Dat hebben we natuurlijk dat vaak dat gezegd. Dat wel gebeuren, denk ja? ik. Die, ja, die techniek? Dat denk ik wel. Ook al, ik weet niet of er nu al iets bekend is van gemaakt, maar ik bedoel, die investering in de infrastructuur, kan me niet voorstellen dat ze daar geen gebruik van gaan maken. Ja. Maar ook die integratie die ze op het begin hadden met YouTube. Want anders aan hadden gekondigd, maar nooit hebben gedaan met YouTube of streaming. Dergelijke. Dat ik een potje FIFA kan spelen. Nou, en dat ik zeg, wie wil tegen mij een potje FIFA? Ik klik op een link, boom, je zit meteen in de game. It's amazing. Ja. Fucking een Assassin's Creed Origins reclame. Check dat even. Hier, 15 minuten, je mag gewoon spelen. Super sick. Ja. Hoe zullen ze hier bij Netflix nou naar kijken? Want Netflix gaat ook een game service. Eigen studio's zijn ze aan het oprichten. Ja, klopt. Misschien... Ja, nee, ze gaan niet. Die gaan wel echt hun eigen techniek doen, omdat ze streaming al doen. Ja, maar dus niet de Stadia techniek. Dat er iemand is die het gewoon rebrandt of gewoon een eigen skin overheen gooit en dan hun stuff blijft gebruiken.
Ja, hoe zal Netflix hier tegenaan kijken? Die goed nieuws, denk ik, dat ze denken. Of, nou, van, oh crap, als het niet lukt, waarom bij ons wel? Belangrijk is communicatie. Die zullen je ook moet, leren. Ja, je moet heel duidelijk zijn wat de servers nu precies is. Want hoe vaak hebben we hier wel niet die discussie gehad met Jay en Bos, die nog steeds niet snapten wat nou precies Stadia is. Nee. En ik neem het ze niet kwalijk, want ze zijn super vaag in hun communicatie. Maar... Ja. Netflix is daar ook niet heel goed in, hoor. In communiceren wat maar hun, nog je... niet, maar er is nog niks om over te communiceren. Nee, maar gewoon hun voor hun eigen met de studio's in Finland. Ja. En verder, ja, als er is verder niks over. Nee, maar ik bedoel ook hun eigen hun videoplatform vind ik niet dat ze daar super duidelijk. Ja, af en toe krijg je wel eens een mailtje. Dat is super duidelijk. Nee. Wat iedereen wel zoiets van. Je betaalt een bedrag per maand om gewoon toegang te krijgen tot een bibliotheek aan games. Mm. Dat noemen ze de Netflix variant. Ja. Weet je wel, Xbox Game Pass is een Netflix variant. Ja. Alleen zonder streaming in dit geval. Wie noemen dat zo? De mensen. Gewoon de mensen. Gewoon in de volgende. Ja, oké, dat. Maar het feit hoe dat bijvoorbeeld met prijspoints, weet je, een soort van, je hebt de familieding en dat is voor 5 accounts en dan van 3 tegelijk mogen er doen. Hmm. Maar je moet eigenlijk wel op hetzelfde IP-adres zitten. Ja, maar toch checken we dat niet. Maar we checken het wel, weet je, ik vind ze daar ook niet heel sterk in hun communicatie over hun service zelf. Ja. Uiteindelijk ben je als consument zit je er wel lekker lauw bij, want iedereen deelt zijn account natuurlijk. Ja, precies. Zou je weten van wie ik een account heb, maar ja. Wel altijd. Je weet niet eens van wie je hem leecht, maar inderdaad. Ja, nee. Mensen leechen voor mij. Maar we hebben volgens mij in de familie die ene doet Disney. Ik doe Netflix, die doet Amazon en ja, dan deel je toch gewoon een wachtwoord. Ja. Ik bedoel, je bent het die van je eigen portemonnee als je doet. En zeker in deze barre tijden straks, wanneer we nog een energierekening willen gaan betalen vandaag. Well said. Ja, toch? Ja, absoluut. Nou, dankjewel. Willen we nog iets kwijt over Google Stadia, jongens? Ik vond, jij had het al heel lang aan zien komen. Hier is trouwens, jullie allemaal. Ik had zoiets van, Google is gewoon een hele grote player. Een grote speler. En die gaan dit gewoon inderdaad wel proberen nog. Maar dat is dus helemaal niet waar. Als ik iets omlaag had gescrollt, had ik allemaal antwoorden al op jullie vragen. Ja. Want Google will refund all Stadia hardware purchases. Maar moet je het dan terugsturen? Of hou je het dan? Ik denk dat je mag houden. That's fucking weird. That's just weird. Nee, als je moet terugsturen, ik denk letterlijk gewoon de verzendkosten die je moet gaan vergoeden. Weet je, het aanname, de hele logistiek. Weet je, dat is een hel. Voor een fucking Chromecast? Nee, man. En een controller? Waar ze niks mee gaan doen? Fuck no. Dan gaan ze echt... Maar dan vind ik het wel nog steeds ergens weird. En... Nee, omdat het duurder is om het weer terug te nemen en te verwerken. Ja, maar dus dan heb je toch zoiets van... Hey, jullie krijgen allemaal een voucher voor, weet ik, voor de Google Play Store van $10. Daar gaat niemand toch akkoord mee. Fair enough. Stel dat wel die games, die snap ik. Maar hardware, die heb je gekocht. Stel dat jij Google Stadia hebt gedaan. Nee, maar stel dat jij een Nacon controller hebt gekocht. Nee, maar wacht even. Je hebt dat ding voor 100 piek gekocht. Vervolgens heb je er nu 3 jaar op gegamed. Laten we zeggen, je hebt €500 aan games uitgegeven. Ja, dan... Nee, maar ik bedoel... Fair. Wil jij Google Play... Maar dan krijg je alles terug. Wil je €1000 Google Play... Nee. Voor die controller en de Chromecast. Niet voor de games die je hebt gekocht. Juist wel de games. Want de controller en de Chromecast, kan je nog wat mee. Ja, maar dat bedoel ik. Daarom. Dus daar kan je nog wat mee. Dus dat je daar geld voor krijgt, vind ik weird. Een soort van, hier heb je een Chromecast die je voor de rest van je leven bij wijze van nog kan gebruiken. Maar we geven je er €20 voor terug. Vorige maand zitten nog die shit te verkopen aan mensen. Ja. Specifiek kopen ze dat voor Stadia. Dat je daarna nog ook iets anders ermee kan doen. Ja, lekker belangrijk voor hun. Dan hadden ze wel een PlayStation controller gekocht of zo, weet je wel. Nee, maar stel nou dat je inderdaad... Je hebt een Nacon controller gekocht. Ja. En na 3 jaar zegt Nacon... Het is niet natuurlijk hetzelfde als die service. Maar je kan die controller gewoon op die manier gebruiken. Nee, kijk, dus je hebt gewoon een controller gekocht. Nee, het ding gaat gewoon om de economische levensduur van zo'n apparaat. En dat is niet reëel. Om zeker wanneer je dat nog actief zit te verkopen. Ja, maar om een maand later dat te cancelen. Dat kan niet. Dat kan oprecht niet. En ik weet niet hoe lang... Maar je kan nog wat met die controller. Ja, maar niet waarvoor je het hebt gekocht. Nee. Huh, is dat het? Die Chromecast? Ja, oké. Okay, kijk, stel dat het na 5 jaar zou zijn. Ik weet niet wat de economische levensduur is van zo'n hardware aanschaffen. Ja, okay, maar tv's bijvoorbeeld 6 jaar. Hoe heet het? Daarna, oké, als ze dan de stekker eruit trekken, fine. Je maar mag... niet als het zo kort erop zit. Nee, precies. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is de reden waarom dat zo is. En the majority of the refunds will be completed mid-January. Ja, nee, Wousley inderdaad en volgens mij Krokodillentranen, die zeiden ze dat alle twee van, nou, ik krijg €300+ terug. En Krokodillentranen zeiden van, ja, dat is wel best wel onverwacht dat je dit maar inderdaad... Dat heeft veel geld gekost, hoor. Ja, maar daarom. Voor Google. Want je kunt je bijna alles wat je hebt verdiend,
met je shit service, dat ga je nu terugbetalen. Dus ze zitten daar helemaal niet op water en brood op kantoor, denk ik. Nee, maar, zeker niet. En ze hebben natuurlijk ook die maandelijkse kosten wel gedaan. Maar... En ook, weet je, die infrastructuur, daar hebben ze hevig in geïnvesteerd. Dat heeft waarschijnlijk het meeste ook gekost. Die kunnen ze gewoon uitbesteden, licenseren, noem het allemaal maar op. Dus weet je, dat gaat ook niet verloren. Dat werkt ook prima. Krokodil Tranen heeft 3 Stadia controllers en ruim 10 games. Waarom heb je 3 Stadia controllers, Krokodil Tranen? Omdat je multiplayer gewoon wil spelen, dat kan toch? Wat couch? Ja. Hoe couch? Hoe werkt dat? Het is gewoon een console. Gewoon, ja, oké. Gewoon, maar omdat je natuurlijk via de cloud werkt, kan je gewoon met je op je tablet, op je console en op je PC of wat. Ja, oké. Ja, nee, je kan gewoon een tweede controller als Player 2 aan. Hij is rijk. Dus, ja, maar straks nu is hij rijk. Wat ik al zei. Nu kan je een PlayStation 5 kopen, Krokodillen Tranen. Die silver waar ik het over had in Destiny, hier staat ook store en games plus add-ons will be refunded. Dus add-ons zitten er ook bij. Ja. Zou je zeggen dat? Woonkamer, computerkamer, slaapkamer. Wat? Jappie. Kun je heel veel gamen. Ja, wat? Omdat je geen zin hebt om van boven naar beneden te lopen. Dat je al ingaan, ja. Dat je flikker bent die het snapt. Die gewoon 3 controllers koopt in plaats van gewoon even naar boven tilten. Ja, 20 treetjes. Dat is wel een ding, Wasley. Je had gewoon ook die controller mee naar boven kunnen nemen. Ja. Want dat was het mooie van die controller. Je Tuurlijk. Bent niet gebonden aan een apparaat of een scherm. Je kan hem gewoon meenemen. Hij doet het altijd. En je kan hem nu aan je PC hangen. Ik kan het zo me niet verbazen als je hem zelfs op je Xbox kan gebruiken, dat fucking ding. Dus... Dat denk ik niet. Nee? Volgens mij zit er geen Bluetooth op, maar... Je kan hem wel gewoon via USB-C op je PC aansluiten of je Android-telefoon of whatever. Ook, dat bedoel ik. Je kan er op xClouden, weet je, dat soort shit. Ik vind het vreemd, dit verhaal. En het is helemaal niet dat ik de kant van de corpo's wil kiezen. Alleen, ik vind het hier zoiets van, de consument vind ik hier ook niet redelijk in. Hoezo? De consument heeft toch niks geëist? Nee, die heeft niks geëist, maar ik bedoel uiteindelijk inderdaad dat ze daar... toch uiteindelijk de pineut. Ja, nou ja, eigenlijk dus nu niet meer. En dat is het grappige. Nou, hebben... Maar dat is only fair, zou ik zeggen. Nou, ik vind dat dus, ik vind dat inderdaad on... hoe noem je dat? Oneerlijk. Nee, onverwacht. Oh, gewoon onverwacht dat Google zo'n corporate soort van zegt van... Hier heb je bijna al je geld terug. Ja. Onverwacht, ik snap dat niet. Netjes. Dat gebeurt niet in de wereld. Consumentenrecht. Ja, ik snap het ook. Ja, naar consumentenrecht dan blijkbaar. Maar ik had... Nee, maar... En imagoschade, ik bedoel... Imagoschade, want iedereen wist al dat Stadia... ik heb het over imagoschade voor Google. Kijk, nee, valt mee. Nee, nu niet, omdat ze dit doen. Maar ik bedoel, Big Tech staat er al niet zo goed op. Mm-hmm. Weet je, de wantrouwen vanuit het volk ten opzichte van overheden en ook Big Tech en noem het allemaal maar op. En ook pharma. Weet je, dat is nog nooit voor mijn gevoel zo hoog geweest. Nee, maar als Google inderdaad... Hoeveel procent van de mensheid kent Google Stadia? Ik denk nog geen 2%. Nee, dus als zij nu een soort van dit niet hadden gedaan... Oké, dan had er misschien nieuwtjes geweest. Had misschien 3% van de mensheid dit gekend. Ja, is dat imago-schade? Dit staat wel overal in het nieuws nu, dat Stadia is gestopt. Ja, maar voor wie is dat nieuws relevant? Voor mensen die het al kennen, precies. Ja, maar dat is wel een groot gedeelte van hun publiek. Dat is hun fucking main publiek juist. Early adopters, juist tech-savvy mensen. Maar dat is ook maar zo'n onderdeeltje van absoluut, van absoluut Google zeker. Consumers. Dus maar ik denk dat het helemaal geen deuk was geweest. Want die kleine groep, juist early adopters, zijn ook wel de mensen die over het algemeen de trends bepalen. Oké, maar je denkt natuurlijk, maar je denkt dat wanneer die mensen niet hun controller en hun Chromecast en hun eventueel games of wat dan ook terug hadden gekregen, dat die dan denken van, nou dan stop ik ook met Gmail. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Nou, ik kan me wel voorstellen. Ik ga wel naar duckduckgo.com. Nee, er zijn al heel veel redenen waarom mensen al niet Gmail willen gebruiken. Dit zou een volgende stap zijn. Ja, nee, dus nogmaals, 2% van de mensheid. Het is niet voor niks dat Apple juist heel erg die privacy bandwagon zit te rijden. Omdat ze weten, er is daar gewoon een groep voor die daar steeds gevoeliger voor wordt ook. Ja, steeds groter. Maar ik denk dus dat het niet eens gaat om 3% van de mensheid. Dus ik denk niet dat die deuk groot is geweest. 3% van de mensheid is koude veel, ouwe. Ja? Qua geld, maar ik denk dat 80% van de mensheid Google gebruikt. Dus dan is het niet zoveel meer. Nee, maar daar willen ze nog wel steeds nummer 1 in zijn. Ja, fair. Redactie. Mogen wij nog 3 biertjes? Of wil jij nog een leffe blond? Of zullen we Pascal de laatste blauwe maan geven? We hebben er nog eentje. We hebben nog 1 blauwe maan. Oh ja, laten we een blauwe maan. Ja, er heeft een Blue Moon, ken je dat, dat Amerikaanse Belgian wheat biertje? Een kijker van ons, die heeft die homebrew thuis gemaakt. Yo. En het is een lekker, jij houdt wel van speciaal bier volgens mij, toch? Een wit biertje. Het is een hazy IPA meets een Belgian wheat.
Zo. Ja. Nou, dat klinkt goed. Ja. Dus, redactie, graag 1 blauwe maan, 1 de klok bumpils en wat wil jij? Het is goed dat hij verstopt lag, want anders had ik hem al lang opgedronken, hoor. Ja, ja, want, ja. Ik wist niet dat we er nog eentje hadden. Doe mij nog maar een... En Level Blond, dus 3 verschillende biertjes. To the studio, please. Nice. Zijn er nog meer nieuwtjes? En een portie bitterballen, inderdaad, ja. Ja, dat gaat niet lukken. Er liggen nog wel een paar vastgevroren half ontdooide frikandellen. Ja, oh. Godverdamme. Ja, ik weet niet. Weet je, Boris stopt volgens mij ook die vis in de vriezer. Weet je wel? En dan pak ik mijn fucking hot wings. Het ruikt naar fucking vis. Godverdamme. Ja, ik maak het niet meer. Weet nee, je dat of, snap dat ik. Zo ik. Weet je wat je dan moet doen? Je moet die bevroren dingetjes dan als een soort van protest op Boris' bureau leggen. Daar laten ontdooien. Ja. Er ligt zijn hele fucking ding over met visolie. Met lekvocht. Maar echt jongens, je wil niet weten hoe goor fucking bevroren kip is die naar vis ruikt. Een van de vieste dingen die er zijn. Zo. Lekker. Moonhide Wolf trouwens. Ik ben GameKings Premium. Als GameKings down gaat, dan krijg ik ook mijn geld terug. Ja, zeker. Ja. We zijn net als Google. Jij wel, inderdaad. Jij wel. Ja, jij krijgt het wel. Jij krijgt die vis van Koos op en de stoep. Hier, en hier staat trouwens ook, Stadia Stack will be used by other products and industry partners. So dus al die investeringen in de infrastructuur, die echt nog steeds top-notch is. Beter dan de meeste streamingdiensten. Ik vond eigenlijk alleen GeForce Now vond ik wat beter werken nog qua latency. Maar de Stadia was right up there. Dus dat. Gaan we door naar de E3. Oh, wow. Ja. Want de E3 keert terug. En niet onder de vlag van de ESA, maar onder Repop, die je mogelijk kent van onder andere de PAX events natuurlijk in Amerika. Nog steeds wel onder de vlag van de ESA, maar ze hebben... Ja, maar ze hebben Repop... ze hebben een relevante partner hebben ze het uitbesteed, ja. Maar ja. Wat voor vorm heeft het dan? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Leuk dat je dat vraagt, Pascal. Ja, even kort vertellen, dus even. Ja, er zijn nieuwe data. Kijk dit, thanks. Kijk hier dan even. Maan, kijk hem hazy zijn. Hier, laten we hem voor je openmaken. En hij begint als hij te veel geschud is. Kan je heel zachtjes rollen? Want je ziet het hier aan de... Slush? Droesem. Ja, droesem. Droes. Dat is een droesem. Droesem. Zubiet. De data zijn bekendgemaakt, jongens. 13 tot en met 16 juni is de E3. En het is opgesplitst. Ik ga hem even openen, hoor. Businessdagen en consumentendagen. Ja. Let op, dit vinden de kijkers leuk. Flesje dicht. Flesje open. Sick. Hoe dan? Kan je dat nog een keertje doen? Hij heeft gewoon een lul van staal, die gast. Komt hij weer. Dat is wel een goede Prins Albert. Prins Albert. Snappetje. Niks aan de hand. Proost, jongen. Oh. Ja. Oh, niet, normaal is het de blauwe maandag, die gist. Mag ik dan de bum beer, please? Maar een of andere reden is het altijd mijn biertje, die gist. Ja. Ik weet niet wat de fuck dat mensen is. Mensen willen jou zien sukken. Ja, nou, ik ben inmiddels al aardig... We krijgen echt... Hij schenkt hem uit. Even kijken. Hey, jongen, ik ben begonnen hier. Ja, dat is waar. Ja, dus ik snap hem eigenlijk wel. Kijk, nu zien we hem ook een keer echt. Dit hadden we gelijk moeten doen. Kleurtje ook wel. Mooi kleurtje. Ziet er fantastisch uit. Hopelijk werkt het internet nog mee. Ja, kijk, hier is het. Het is dus opgesplitst in business. Voor homebrew zit knap, toch? Ja, wat is er nou belangrijker? Dat fucking beertje op die tieve C3. Ja. Fris, hij is niet zo zwaar. Nee, hij is niet zwaar. Hij is wel lekker. Ja, hij is hartstikke Koos. Ja. Nee, mijn nieuwsgierigheid brandt. Laat maar, nu hoeven we niet meer. Wat voor een E3 gaan we krijgen? Wordt het een E2,5? Klein zaaltje pers. Ja. En daarna een ietsje andere zaaltjes de dagen daarna. Niet per se pers. Oh. Maar media. Business. Ja, business. Ja, ja. Business. Ja, weet je, het is van origine is natuurlijk een B2B-beurs. En, ze gaan nu weer een beetje die kant op. En ik vind dat ook wel smart, want ze, weet je, afgelopen paar jaar is het echt nooit meer B2B-business geweest. Natuurlijk, je had boven in de kamertjes af en toe nog wel een paar afspraken. Maar die hele beursvloer en alles was gericht op een beetje... Het was uit de kluiten gewassen first look. Dat is wat het op een gegeven moment was. Met alleen maar wachtrijen. Ja, dat klopt. Op de zaal inderdaad was het inderdaad veel wachtrijen van echt daadwerkelijk consumenten. Alsnog denk ik, wij als pers zijn niet heel veel meer in de business area geweest. Maar daar worden natuurlijk wel de handjes geschud voor het van... Oh, van wij van Sony of wij van GameStop willen bij jullie Sony. Hoeveel games? 200.000 afgelopen jaar. Maar je merkt toch ook wel van hoe druk het was dan op consumentendagen. En
als wij juist van boven naar al die vergaderzalen lopen, lopen ook heel veel businessmensen lopen daar gewoon. Ja, die hebben ook geen zin om schouder aan schouder met een verkleed filter dikke Pikachu te schuren. En inderdaad, jij vroeg zich daarom af, maar hoe werkt dit dan voor de pers? Hij zegt van ja, maar dat is maar 1 of 2 dagen voor ons en dan moeten we weer naar huis. Nou, ik zei het, toen zei ik ten eerste, ik denk dat wij als pers überhaupt gewoon op alle tweede plekken mogen komen. Want je bent pers, dus je verslaat de beurs. Ja. En je bent daar als zijnde pers om de games te testen. Dus ik denk dat je alle twee, dat we bij alle twee welkom zijn. En, heb je en hij dacht, de events eromheen. Die heb je ook nog, inderdaad. Ja. En die zullen juist inderdaad, ook omdat het nu een publieksbeurs is. Want Reed Pop is gewoon een hele grote speler. Ja. Dat het best wel een leuke beurs ook zou kunnen worden. Ik vind het ergens gek. Ik had het groter verwacht, maar ze moeten natuurlijk ergens beginnen. Even te kijken hoe dit werkt. Want misschien is Reed nog nooit in de LA Convention Center geweest of wat dan ook om iets te organiseren. Dus ik ben, ja, ergens vind ik dit gek dat het dan ergens wat kleiner lijkt nu. Maar ik denk dat wij er als pers mogen blijven. Als het maar meer gefocust is. En een van de doelstellingen die ze ook hebben: make a better consumer experience where there are things for fans actually to do. Ja, maar dat is wat Reed Pop doet. Ja, maar wat zou dat zijn in de context van een E3? Dat weet ik nog. Nou, dat is wat anders. Reed Pop gaat het doen. Dus ze maken er een consumer show van. Dus het wordt gewoon PAX. Maar dan niet PAX, maar weet ik veel. E3. Gewoon met grote ook. Echte shows. En, dat denk ik, ja. Want kijk, nu heb je natuurlijk ook wel op de E3-beurs heb je soms een IGN-hoekje of zo. Daar hebben ze een scherm en hebben ze wel wat interviews. Maar het is niet groot, ook niet vanuit de organisatie. En het voelt heel erg, ja, stukjes hier, stukjes daar. Het is niet een geheel. Het is wel heel des-Amerikaans om daar veel meer show-element in te doen, weet je. Waarom zou je dingen klein houden? Waarom zou je niet op een groot podium interviews doen voor, want mensen staan. Ja, precies. Weet je, dat soort dingen. Je kan toch niet allemaal tegelijkertijd gamen. Je staat of in de rij of je bent aan het rondlopen. Ja, dus je kan een beetje meekijken of meeluisteren of wat dan ook. En zij, dat is wat zij doen. Ze doen inderdaad panel talks op al hun paksen. En nou, volgens mij doen ze ook de Comic-Con. Weet ik niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat Reed Pop ook de Comic-Con, gewoon de grote Comic-Cons doet. Of dat er bij betrokken is. Dus ja, ze weten gewoon hoe dat werkt. Dus het wordt veel meer een fan-ding. Wat dus inderdaad lijkt dan op panels. En ook gewoon waarschijnlijk staan er ook veel meer t-shirt retailers en dat soort shit. En daarom denk ik ook dat het logisch is dat ze een gedeelte business dus in een andere plek in de LA Convention Center doen. Want de business hoeft niet tussen de t-shirt retailers te staan. Maar dus ze doen de business de eerste 2 dagen in, weet je, de Kentia Hall en nog een. En dan de dagen daarna is de grandeur op de beursvloer met alle stands, zoals je ze kent. Ja, tuurlijk. En ik denk dat we daar als pers alle twee mogen zijn. Dus dat alleen je niet. En sterker nog, ik denk eigenlijk dat zelfs tijdens de consumer days en alsnog voor pers games te spelen zijn behind closed doors. Ik kan me niet voorstellen waarom dat niet zo zou zijn. Nee, maar ja, goed, je bent als publisher daar ook wel een beetje schatplichtig aan, want het is het toneel waar alle ogen op je gericht zijn. Precies. Dus waarom zou je daar niks scheiden? Ja, waarom zou je inderdaad soort van heel geforceerd 2 dagen alleen maar pers pushen en daarna? Je moet daar knallen, punt. Ja. Maar, ja, maar we hebben al een aantal keren nu gezien op PlayStation bijvoorbeeld zijn handen ervan aftrekken. En ik vind het krankzinnig, want ten eerste. Sorry, wat bedoel je? Om niet mee te werken, ook geen presentatie. Aan te deze? Doen, rond, nee, gewoon de E3, dat hebben we gezien. De vorige E3 hebben de vorige, gedaan. Maar dit is Reed Pop. I know, maar ik bedoel, we hebben nog geen bevestiging dat ze dat wel gaan doen. Hebben ook geen indicatie dat ze dat per se wel gaan doen. Maar het is meer van, ik vind dat je de gamers gewoon tekort doet daarmee, weet je. Voor iedereen is de E3 gewoon een magische periode. Het is niet voor niks allemaal die week in juni, alle grote aankondigingen komen. Iedereen kijkt er naar uit. Los van de alle media-aandacht die je natuurlijk opeist. Ja. Want kijk, zij zullen natuurlijk ook denken aan het financiële plaatje. Van ja, als we het zelf doen, bereiken we ook zoveel man. Maar het is niet alleen dat je zoveel man bereikt. Het is gewoon alles bij elkaar. Het is het momentum. Er wordt een momentum gecreëerd. En je zou eigenlijk, het is een hele rare keuze zijn om niet van dat momentum gebruik te maken. Dat je er gebeurt zoveel. Lift mee op die hype. Lift mee op al die ogen die op je zijn gericht. Daar is het ook voor ontstaan. En om heel eerlijk te zijn, voor mij zijn dat altijd de hoogtepunten. Weet je, de PlayStation persconferentie, de Xbox persconferentie, Bethesda, noem het allemaal maar op. Dat is waarvoor je naar E3 gaat. Kijk, en die dagen op de beursvloer, natuurlijk hartstikke leuk, even hands-on hier en daar. Maar dat ze echt gewoon rennen en eigenlijk weet je alles op dat moment al. Het gaat er juist om die verrassingen, weet je. Het gaat om die vibe, het gaat om de vibe, de gekheid, wat je daar meemaakt. Feestjes. Ja, precies. Er zijn altijd dingen die je niet had voorzien, die je dan een keer, weet je, altijd toch weer een aankondigingetje of een van de parel die je over het hoofd hebt gezien, die je daar gepresenteerd hebt. Heel eerlijk, en dan spreek ik vanuit mezelf, de dagen tot de beursvloer, dat voelt heel erg alsof ik een gamer ben, een fan die daar
dat is het daarna ook. Uitleeft. Ja. En de dagen op de beursvloer, dat is werk. Weet je, maar, dat is rennen, ja, dat zijn previews opnemen. Ja, maar waarom doe je dit werk? Omdat je games tof vindt. Fantastisch is. Ja, precies. Tuurlijk, tuurlijk, 100%. Dus het is, weet je, een prachtige mix van... mooiere mixen zijn er bijna niet. Nee, ik denk dus dat deze mix, dat die dan ook nog wel eens bijna idealer gaat zijn. Want we gaan dus eerst aan het werk, omdat we dan de business days en dus de afspraken net. En daarna kunnen we nog even checken hoe gamey voor de fans de beurs maar is. Maar dan zullen wij ook gewoon op de beursvloer eigenlijk, denk ik, hetzelfde doen als wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja, daarom. Dus ik denk ook niet dat het heel veel gaat schelen. Alleen denk ik dus dat de manier waarop zij de beurs opzetten gewoon wat anders is. En dat wij dus de eerste twee dagen meer, net zoals dat we vroeger eigenlijk al van persconferentie naar persconferentie rennen. Nu meer op de business area zijn en daarna dus de twee dagen, drie dagen daarna de grote hallen ingaan. Ik denk dat er, en jij zei dan van ja, maar want die heeft zoiets van wij zijn business, wij zijn geen consumers. Nee. Nou ja, ergens zijn we ook niet business, we zijn press. En die zijn denk ik bij alle twee nodig en aanwezig. Lijkt dus jij zei helemaal van, maar dan moeten we straks tickets kopen. Ik zeg, nou, dat denk ik niet. En anders kom je op invite van een partij die we goed kennen, een soort van, die nodigen ons wel uit op die boel. En ook die consumenten dingen, daar gaan ook influencers naartoe en zo, weet je wel. Ik bedoel, business is precies business. Dat is media. En misschien zullen ze ook wel een stukje influencer doen. Maar die consumentendagen is sowieso met influencers ook. En shit. Daarom. Dus ik denk dat het. Ik zie best een leuke E3 aankomen. Ik denk inderdaad alleen dat hij nog wat klein gaat zijn. Omdat ook Reed Pop, hoe groot ze ook zijn, wel eventjes moeten kijken van. Oh, maar wat is dit precies, dit beestje? Hoe werkt het? Wat kunnen we ermee? En dus daarom maar een beetje klein beginnen. Nou, en ik denk we gaan zien, we gaan het meemaken. Ja. Wat er de komende maanden gaat komen aan nieuwe info en. Hoe het verder wordt ingevuld. Ja, denk je dat Jeff Keighley nog iets gaat doen? Ja, is dat wel. Die heeft gezegd en die heeft ook gezegd. Bedoel, we weten allemaal, die man zit de aas om gewoon de E3 over. Ja, daar ben ik het dus nog steeds niet mee eens. Echt? Nee, nee. Voor wat? Wacht even, voor wat? Jeff Keighley. Oude VG 24/7 journalist, volgens mij. Een oude gamesjournalist. Je hebt hem vast letterlijk wel eens. We hebben wel eens met hem in een ruimte gezeten om te doen. Want ja, jij gaat al lang mee. Ja. Ik ga al wat ook als ergens lang mee. Als je zijn kop ziet, dan weet je... Oh, zeker wel. Ja, toch? Ik wou net zeggen, ik weet niet wat hij voor... maar hij is op een gegeven moment... Ik wil ook zo'n foto van mezelf met zo'n glow erachter. Ja. Voor een white en zo'n zo glimmende tand. Een soort van zo'n Brodad smile. Maar die is dus op een gegeven moment, zag hij dat de E3 als zijn organisatie steeds stoffiger en kut begon te worden. Die is daar een beetje, eerst was hij er heel erg bij betrokken. Van hey, laat mij jullie helpen om gewoon wat flashier te zijn. En op een gegeven moment lieten zij dat steeds meer hangen. En toen is hij dat zelf gaan doen. En kozen, de wereld denkt dat dat is omdat, en dat snap ik ergens, hè, dat je als business guy gewoon denkt van fuck, ik ga die plek innemen. Tuurlijk. Maar ik denk dat hij erg in elkaar zit van let's cooperate to make something very cool. Nee, dat denk ik. Ja, dat denk ik echt. Dus ik denk zeker dat hij, ik denk, als hij slim is... Had hij toch een andere periode gekozen in plaats van Summer Game Fest? Nee, iedereen op dit moment, je bent gewoon gewend. Wat heb je nog aan toe te voegen dan? Omdat je gewend bent om in die weken te kijken naar de, weet je, met alle ogen staan op de wereld. Een maand later dan ongeveer. Ja, maar dan kijkt er niemand meer. Aan te kondigen. Jawel, want uiteindelijk ga je natuurlijk wel, als je het besluit om dat te doen, want op een gegeven moment was de E3 dood. Dus toen had hij zit van, ik ga nu hier... iets vets maken voor de gamer. Niet per se, ik wil de business overnemen, maar gewoon, oké, er is niks live meer, dan doe ik het zelf wel. Ik weet niet of die Amerikaans is. Nee, Canadees volgens mij. Ja, ik wil zeggen, ik weet niet of die Amerikaans is. Ik dacht gewoon Canadees en dat, maar hij heeft wel heel erg die Amerikaanse business vibe, hoor. Ja, dat idee heb ik niet. Ik denk dus als de Reed Pop hem vraagt van, hey, wil jij de stage show voor ons doen? Moet je ook aan de Mountain Dew en Doritos? GameKings heeft ook vast wel dat van de commerciële glippers gemaakt. Weet je, iedereen doet dat wel. Maar bij hem zat het in shit leren. En ik bedoel, ik acht dat ook niet negatief. Hè? Ik bedoel, dit is een fucking ondernemer. Dit is juist een entrepreneur. Dit is iemand die dat, weet je, die dat oppakt en beter doet dan de ESA. Ja. Alleen, omdat er de ESA is, kan hij niet met die primeurs nog knallen. Dat zien we. Hij moet dat altijd doen met de leftovers. Jawel. Nee, maar het laatste jaar niet. Hij had de primeurs en de ESA. Nee, maar oké, en daarvoor. Maar toen was de stage show van de E3 toch ook niet zo lijp als die van Jeff Keighley zelf. En met zijn videogame awards in oktober Ik vind altijd de Xbox presentaties, de Bethesda, wat ik al zei, PlayStation. Ja, die doen het zelf. Met kop en schouders bovenaan. Ja, zeker. Maar het zit betrokken bij de E3. Het is de E3 presentatie. Namelijk. Ja, op die manier. En dit, maar het heet ook Bethesda E3, weet je wel? Dat soort shit. Ja. Mm-hmm. Nee, oké, dat klopt. En ik denk dus dat misschien uiteindelijk... Ik weet dus niet of Jeff nu echt zijn eigen losse ding zelf nog gaat doen. Of dat hij gewoon met Reed Pop gaat praten. Van, hey, hoe kunnen wij dit samen... Weet je, kan ik jullie media shows gaan doen? Ik denk dat hij Reed Pop had willen zijn.
Ja, maar weet je dat het met Reed Pop niet kan met z'n twintig hoeveel mensen er ook voor hem werken. Ja, ik denk en Reed Pop is een bedrijf met duizenden mensen. Ja, ik denk meer dat... Nee, maar hoe heet dat? Jeff Keighley heeft ook zijn hele eigen productiebedrijf daarachter zitten. Ja, maar ik denk niet dat er duizenden mensen maar werken. Maar het ding is meer van... Ik denk eerder dat ESA met Reed Pop in zee is gegaan. Omdat dat is veiliger dan met Jeff Keighley. Want ik denk dat Jeff Keighley gewoon die shit naar zich toe wil trekken. Ja, dat heb ik niet. Ik denk dat als Jeff en als Reed Pop alle twee slim zijn... dat ze hem de stage show laten doen bijvoorbeeld. Gewoon de presentaties. Ja. Dat zou heel smart zijn. Maar... En ik denk dat Jeff daarvoor open staat. Omdat hij denk ik gewoon wil dat er voor de gamers een heel vet moment in juni is om naar te kijken met z'n allen. En of hij het nou zelf moet doen of dat hij samenwerkt met andere molochs uit de wereld, de industrie. Dan... Hij gaat nog steeds sowieso iets zelf doen. Ja. Ongetwijfeld. Dus... Ja, maar precies. Dus videogame of hoe noem het ze, Summer Games Fest halletje ergens, weet je, in zo'n buiten of precies. Gewoon ergens op 300 meter lopen afstand van de LA Convention. Maar dat vind ik juist. Inderdaad, zoals je zegt, hij kan presenteren, hij kan een goede show maken, weet je, de Game Awards, Summer Game Fest, weet je wel. Het zijn allemaal zo goed ingestoken shows, met allemaal prul, omdat er gewoon de echte bangers kan hij niet mee komen. Omdat dat allemaal geclaimd is door of E3 of PlayStation zelf, noem het allemaal maar op. Ja, PlayStation zelf. Ik vind alleen dat de dingen die het mist zijn inderdaad de aankondigingen die Microsoft en wat dan ook zelf doen. Want zo groot is hij inderdaad nou ook weer niet. Microsoft is nog steeds groter. Maar Microsoft is ook en Sony zijn ook groter dan de E3. Denk ik. Zonder de E3. Ja, nu niet. Of nu wel. Vroeger natuurlijk niet. We hebben maar... het nu toch kunnen checken. Ik bedoel, was het toch afgelopen jaar. Dan zagen we toch ook de presentatie van de Xbox. En de presentatie van PlayStation. Nou, dan zie je gewoon PlayStation had echt miljoenen, miljoenen, miljoenen views. En de Xbox viel gewoon heel erg tegen. Ja? Als er niet die E3 push was, weet je wel. Maar als de E3 er was, dan had iedereen naar die persconferentie gekeken. Dus Ze liften op elkaar mee. Ja, dat. Niet per se om de E3 noemer. Ja. Dus als het dan anders heet, LA Games Week. Ja, ik weet het niet. We gaan het zien. Ja. Hey, het volgende dingetje. Heb jij dat voorbereid? Nee, het staat op de server. Ja. Ik kan het trouwens ook wel even proberen te pakken ergens. Want dat kunnen we gewoon natuurlijk hier instarten. Omdat we met deze dingen ook wel hier op de server kunnen, toch? Ja, want ik zag de bussen zag ik er namelijk al over, ja. Over uiten. En, kijk, Krokodillentranen ziet het ook. De prijsvraag voor de ultieme goodie bag die we hebben samengesteld voor jullie tijdens Gamescom. Gamescom goodie bag. Ja, kan je kijken of je hier op het netwerk kan? Ja. Gewoon Windows, netwerk. Ik vreet ondertussen om die zak verder link leggen. Hebben ten eerste. Dus, welke link? Nou, onze NAS. Nee, maar dat hoeft niet daar. Je kan ook denk ik gewoon hier... We zitten op de wifi, dus je kan gewoon in Windows nu network en dan gewoon de ding is op. Mag ik hopen. Ja, hier daarboven, linksbovenin. Klik. Juist, tweede. Yeah. En dan denk ik GameKings. De bovenste. En die. Dan einde van de week Vriatjak. Oh ja, volgens mij. Hier, dat bedoel ik. Daar staan we gewoon. Doe je hem open. Ja, het is alleen moeilijk de foto te bekijken en hier ook nog de fucking tekst erbij te pakken. Dat is waar. Want de eerste is van... Donnie Don Kruijksman. Proost eindbazen. Hierbij nog een staartje. Zomervibes. Uiteraard in dat Sub-Zero coole GameKings shirt. Donnie Mazzelaar. Maar we moeten wel zeggen... Je moet er zo een winnaar gaan kiezen. Ja. Dus we gaan zo kiezen wie de vetste foto heeft. Deze man... Hij heeft een foto van 43 MB volgens mij opgestuurd. Oh, heeft een video. Is een filmpje. Hij heeft een video van 43 MB. Is die ingeschakeld? Maar is het toch godverdomme een mooi logo? Wie zou die gemaakt hebben? Floor van het Nederland. Ik niet. Dacht ja, je dat ik het had? Nee, een maat van mij die illustrator is. Kijk, hij staat op een festival met veel te veel mensen. Waar is dit? Ja, ik zou zeggen rollende keukens, maar dat is het inderdaad niet. Het is in ieder geval een festival met heel veel witte mannen. En wat trouwens heel veel festivals zijn. Heel veel en een bibs. Met één bibsje. In een goede bibs. En bier. Ga eens op zijn met een bier. Waar is je schuim? Maar in ieder geval, Don Krijgsman heeft hier inderdaad een leuke zomervibe te pakken. Dit is natuurlijk wel... Dit zijn wel de Floor van de Nederland Summer Vibes, inderdaad. Ja. Nou, ik weet niet of Floor van het Nederland op dat festival zou zijn. Nee, maar ik bedoel, de zomerse de vibes die dat shirt uitstraalt. Precies, ja. De zomerse... De prijsvraag was zomers. Dus dat is inderdaad wat er te zien was. Het was Tomorrowland. Dan gaan we naar...
Wout Eversdijk, hierbij mijn inzending voor de prijsvraag van de goodie bag middels een vakantiefoto van het Floor van de Nederland shirt. Backstory, ik had de afgelopen week het geluk mijn vakantie te mogen vieren op het zonovergoten Curaçao. Oh. Uiteraard ging mijn Game King shirt mee. De hele vakantie nagedacht hoe ik samen met mijn shirt deze vakantiesetting het beste kan projecteren. Toen we de keuze hadden gemaakt om een dag naar het onbewoonde eiland Klein Curaçao af te reizen. Oh man. Ik wou het zeggen. Het is alleen al punt 1 voorsprong. Omdat de Ducos is daar een paar keer geweest. Ja, maar ik wilde echt dood toen ik, toen ik op die boot zat. Oh, misschien is het wel een negatief ding zelfs. Ja. Nee, Klein Curaçao zelf, fantastisch. Maar, je maakt het heel spannend, Koos. Nou, ik wilde niet meer terug naar het grote eiland. Want ik werd zo zeeziek op de weg erheen naar dat kleine eiland. Ik wilde echt dood. Gewoon, ja, dat is heel niet rationeel. Maar ik had echt zoiets van... Laat mij maar hier achter op dit eiland. Ik ga krabben vangen en schildpadden. Ik overleef het wel. Af te reizen wist ik dat dit de perfecte setting zou creëren. Echter vond ik het te makkelijk om een foto te maken op een eiland en er klaar mee te zijn. En daarmee heb ik mijn zeer gelimiteerde Photoshop skills losgelaten. Ik deed het heel mooi bij. Zeer gelimiteerde, alsof het een selling point was, maar dat was eigenlijk... Dus ja, of dat goed. Je daar een heel crappy bluescreen krijgt. Losgelaten om het eiland Klein Curaçao om te toveren naar een waar Game Kings retreat. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk Game Kings Easter eggs te recreëren in de foto. Oké, dan gaan Zoals, we kijken wat het is. Ja, laat, maar dat zien, we, ja. laat zien. Doe je nou? Ik heb geen idee wat... Oké, ja. Dit is foto. Dat is nummer 2, dus je moet de eerste, want de eerste is dan leeg. Oké. Dus... Ja. Oh, hier. Hij staat hier met zijn vrouw. Netjes. Ja, we hebben natuurlijk gezegd, moeders en vriendinnen zijn altijd... Wil je volgende keer gewoon een foto sturen? Waarom staat die gast erop? Ja. Jammer weer. Waarom staat Wouter erop? Jammer weer. Wouter, je had haar het shirt moeten geven en gewoon dan had je gelijk gewonnen. Nee, jij vond het zo nodig om zelf op die foto te gaan staan. Ja. Dan verlies je natuurlijk. Gooi je eigen ruit in. Maar goed. Gaan we naar de volgende foto. Dit was de eerste foto. Ik denk dat je gewoon een pijltje kan gebruiken nu om naar de volgende te gaan. Ja, natuurlijk. Maar de rest doet hij niet. Weird. Kijk en dit is de andere foto. Zeker. Kijk dan. Kunnen we inzoomen op het midden? Hij heeft weer zijn vriendin erbij geshopt. Laten we even alle fucking Easter eggs erbij pakken. Dit is Osso, die Flamhoe, dit is D&D met Yui. Ja. Is Boris het met een aluhoedje op een vliegtuig. Van vaccineren kun je leren. Heel sick. Geke daar met een... Een piratenboot, zie je een piratenboot. Ja. Dit is zijn vriendin natuurlijk. Jij is Jim hier. Sick. Muscle Beach. Ja, uiteraard. Jelle is Iglo. Waarom een Iglo? Omdat jij een coole guy bent gewoon. Omdat ik zon haat. Dus ik heb daar een Iglo nodig. Zeker weten. En ik zit hier een beetje als Stephen Hawking. Ja. Zit ik hier naar Skate Joy te kijken. Ja. En je hebt nog Shanna de Beach Baywatch. Shanna met de Baywatch. Ik moet zeggen, voor iemand met gelimiteerde Photoshop skills. Ja. Ik zal je niet aannemen, zeer maar ik zal je maar aanbevelen. Prima. Precies. Ja. Well done. Ja. Well done. Ja, ja, ja. Dan gaan we leuk. Door naar de volgende. Dit is leuk. Even kijken. De volgende is van... Oh, wauw. Jezus. Ja, hij heeft gewoon erbij gezegd inderdaad. Ja. Dan gaan we naar... Peggy van der Velde, sinds begin coronatijd premium baas, al langer kijker. Nu gelukkig een t-shirt kunnen bemachtigen. En natuurlijk gaat deze mee op vakantie. Groetjes uit een sterrenstelsel, ver hier vandaan. Galaxy's Edge, Disney World Orlando. Dat is ook gelijk natuurlijk pluspunt. Hè? Dat ga je zien. Peggy 18. Die ligt nou in puin volgens mij. Oeh. Oh. Kijk nou, het is ook nog eens een goed gemaakte foto. Zie je dat? Zoom er eens op in. Redactie, mogen we deze even zien? Kijk, de kwaliteit is wel leuk. Kijk. Ja, die kwaliteit is gewoon goed. Heel vet. Dit is toch een vette fucking... Heel vet. En hier zien we het shirt. Ja. Ik heb best wel wat foto's van Florida gezien, maar ik wist niet dat Orlando er zo uitzag. Jij bent boos dat er haar voor zit? Dat het eigenlijk... Deze foto draait niet meer om het shirt, maar om de ambiance. En het is vet, dus het is erg nog steeds... Maar ik had zelf... Als beeldman zou ik wat dichter bij de camera hebben gestaan, zodat je dat shirt beter had gezien. En had je nog steeds hetzelfde kader kunnen nemen. Yeah. Dat zeg ik dan erbij. Dus, maar ik vind dit wel, deze backdrop is die gaat niet lijper zijn, denk ik, dan dit. Ja. Dus, met de Millennial Varken. Job Millennial well Varken. We doen de volgende. Wow. Er werd even inderdaad iets skaten. Was dat van jouw film? Of nee, dat was van Session. Dit is Session. Session staat natuurlijk klaar voor zometeen. Hoe laat moet jij er vandoor? A la 4.
4. Zoiets. Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we dit nog even snel afronden. Nee, jongen. Geen haast. Ja. Volgende is van Sergar Igdir. Ik butcher die naam waarschijnlijk volledig, maar het spijt me alvast. Hierbij een foto bijlage als reactie op een kans GameKings Gamescom Goodie Bag. Dat bag lekker. Het ultieme vakantiegevoel voor mijn vriendin en mij. Waar anders dan in onze vakantie lekker een dagje naar Blast Galaxy te gaan onder het genot van een heerlijk biertje. Kijk, dat zijn de betere vakanties. Dat zetten wij ook. Hey, kijk. Hier hele sikke Photoshop skills, tof, hoor. Fit tof. Sikke Photoshop skills. Gezellig. Het shirt heeft meer een prominentere plek in de foto. Juist. Wat ik wel belangrijk vind. De compositie is aardig. Er is neon. En inderdaad, ik vind hem heel speels en ik vind hem heel avontuurlijk. En ik moet zeggen, het raakt me wel op een of andere manier. En een NBA Jamcast, dat is altijd plus één voor mij. Ik snap alleen niet wat er gebeurt op het plafond. Ik herken dat plafond niet. Dat is een nep plafond. Ja, dat gebeurt. Dus oh nee, het is de gate. Ja, nee, ik zie het. Ja, nee, het is allowed. Ja, het is inderdaad dat doorgangetje. Nee, nice, ook nice. Daarboven zat ons kantoor, zat onze studio volgens mij zelfs. Of niet? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Hierboven deze foto zit onze keuken en studio. Ja. Even kijken. Dan de volgende van Victor Dietz. Hierbij mijn inzending van mijn mooiste vakantievolle foto vanuit de Ardennen. Victor Dietz. De Ardennen, daar regent het altijd. Kijk maar. Wow. Kijk, deze zie je ook links? Daar regent het. En die wolk rechtdoor, daar regent het ook. Dus hij heeft mazzel dat hij hier kan barbecue. Hij heeft ook een GameKings pep. En hij heeft een real broek. We mogen dit langer zien, hoor. Ik denk dat jullie trouwens inderdaad weer netjes de chat hebben opgezet. Dat is ook prima. Maar het gaat om de foto's, die mogen lang in beeld. Kleine kanttekening. Plus één voor de pet. Er wordt gebarbecued op gas. Ja. Oeh. Heeft hij daar, wat staat daar links? Zijn het oliebolletjes die daar links op dat witte dingetje staan? Ja, wat zal het zijn? Zijn het wachtjes? Speklappen? Ja, het zijn satéetjes! Hij heeft zelfs wat meegemaakt, deze baas. En er is een mooi geknipte heg. Er is een goede view. Ik zou daar zo op kunnen wonen. Want het is geen bier. Ik denk een gin tonic met een limoentje aan de zijkant. Ik hoop een Jimmy Ginny. Ja, een Jimmetje Jimmy. Dat is ook nice. Maar het ziet er goed uit. Hij heeft zijn schoentjes uitgedaan. Dat is ook een mooie horizon, weet je wel. Ja. Maar dit is natuurlijk ook wel... Kijk, check die horizon. Er staat een horizon ook op het shirt. Hè? Dus dit vind ik weer helemaal in dit team. Dit is over nadenken. Kijk, want dat groene veld in die print op zijn shirt, weet je... Hij is bijna gecolor matched, heeft deze man het. Ja. Dit is deze foto. Hoe langer ik er naar kijk, hoe mind-blowinger die wordt. Ja, ik heb dat ook. Heel tof. Probeer met het handje die satéetjes te pakken. Ja. Het lukt niet. Helaas. Gaan we door naar de volgende, jongens. Ja. Gaan we door naar de volgende. Even kijken. De volgende is van Carmen van der Wouden. Nou, de barbecue-koning van Leiden. Heerlijk in de tuin. Chillen. Nou, laat me zien. Carmen klinkt toch als een koningin. Carmen. Ja, ik heb ineens hebben we een soort van een... Zet Carmen er niet in? Nee. Oh, Jezus, wat. Jezus. Heerlijk in de tuin chillen. Ja, misschien kunnen we zo meteen nog, als we iemand vergeten zijn. Want Carmen klinkt misschien wel als de vriendin van een van de mensen die hier wel zijn naam tussen heeft staan. Dat vermoed ik ook. Dus laten we even verder kijken. Dan gaan we. Robbie van de Geest heeft geen toelichting gegeven bij zijn foto, maar we hebben wel een foto. Robbie heeft er een biertje bij. Robbie is een levensgenieter. Dat is precies wat ik ook wilde zeggen. Robbie is een fucking levensgenieter. Ja. Hij zit er met een hele voldane lach. Hij is geen levensgenieter, hij drinkt Heineken. Nou, ik zou er precies zo ook erbij zitten, hoor. Kan ik je vertellen. Nou, moeten we hier nog minpunten voor geven? Voor het ongestreken? Ja, een klein minpuntje voor het ongestreken. Strijken. Nee, je hebt eigenlijk pluspunten nodig voor niet strijken. Wat strijk je nou? Ja. Wax op je snowboard, dat strijk je. Voor de rest... Nee. En hij zit eigenlijk op echt een soort van hele lijpe Noord-Hollandse dijk of zo. Ik heb zelf jou een skateboard shirt aangetrokken, hè? Ik bedoel... Manneke ben het toch ook, hè? Sick. Ik heb speciaal voor jou geen onderbroek aangedaan. Dat weet ik. Hij zit op een dijk en dat zijn ook pluspunten. Hij zit in een rieten stoel. Hij zit volgens mij bij zijn ophaalbrug. Omdat ik hou van dijken. Ik hou van Noord-Hollands landschap. Het is een dijk van een foto. Dijk van een foto, dit. Ja. Ik denk namelijk dat hij op een Noord-Hollandse zuipkermis zit. Ik denk dat dit ergens Center Parks schorrel is. Nou, ik denk dat het de zuipkermis schorrel is. Waar hij eventjes vandaan... weet je, die plastic biertjes. Hij heeft namelijk ook een vrij grote knuist. Een wegwerpbier. Dus wegwerpbier voor een wegwerk fysiek, zeg maar. Deze man is volgens mij... Maar kijk, het allerbelangrijkste. Een harde werker. Deze man ziet er gelukkig uit. Hij ziet er gelukkig uit. Ja. Daar zit een tevreden mens. Zeker. Een man heeft niet veel nodig. Een biertje, lekker weer en een prachtig shirt. Tada. Gaan we door naar de volgende, jongens.
Even kijken, de volgende is van Marcel. Zit hij in de chat? Van Rudolf Arendsveen. Hij zit gewoon in de chat? Okay. Mimpunt, hij heeft geen hand in de broek. Dat is inderdaad dat heel had vet het wel afgemaakt. Kijk, Rob Gaming, dude. Hij is heel gelukkig. Nice. Vet, Rob. Rob, waarvan, als wij jouw foto's zien, zien we niet de chat. Dus zat je op een Noord-Hollandse zuipkermis? Daar ben ik dan benieuwd. Rudolf Arendsveen staat daar. Godverdomme, dat is Zuid-Holland. Toch? Dat telt niet. Dat klopt inderdaad. Ja, Leiden in de buurt. Roelof Arendsveen. Wel bij water. Of is het nog net Noord? Ja, precies. Ja, ja. Misschien is dat dan nog net aan net boven Noord-Holland. Ja. Dan gaan we gewoon door naar de volgende. Kijk, Marcel ja, van der Land. Hierbij mijn foto met het GK-shirt en de vakantiestemming. Top of the Rock, New York City. Marcel van der Land. Even kijken. Marcel. Daar heb je hem. Hey, zo, kijk hij staat op de Empire State. Of, niet, of is dat ding juist achter? Nee, die staat erachter. Oké, ja. In New York. Ja, of hij staat gewoon even op een poster bij de Tui. Dat kan ook, hè? Hij staat gewoon voor een poster die bij de Tui hangt. Dat kan ook. Nee, dat zonnetje, dat, heb je, dat kan je niet greenscreenen. Zie je zo, hartstikke een tram voorbij rijden. Nee. Ik zie wel twee manen namelijk. Zie je dat? Ja. Oeh, ja. Dus dit is gewoon een of andere Star Wars planeet. Het is Star Wars. Maar er staat ook twee manen op het shirt. Of twee zonnen eigenlijk. Dat dus, klopt, ja. Wow. Je ziet aan zijn blik, hij is een beetje overdonderd door die view daar. Nee, weet je wat het ding is? Ik zie hier de blik van iemand die net tegen 15 mensen die daar ook op de foto wilden, hebben gezegd, jongens, opkakaren. Ik moet hier nu gaan staan, want ik moet een foto maken voor de Game Kings. Het is voor dus Game Kings. Opzouten en anders geef ik jullie een trap. Ja. Sorry, dat en ik heb 15 seconden nodig. Een snuffie jetlag erbij. Zo kijkt hij. Ja, ja, precies. Zo kijkt hij. Hij heeft net 15 kilometer gelopen voor dit. Hij is er klaar mee. Hij wil naar huis. Half uur gewacht. Het zonnetje ligt. Het is daar rond een uur of 6 s'avonds. Huh? Die man wil vreten. Klaar. Dat is wat er hier gebeurt. Netjes, groot netjes. Groot gelijk. Ja, vette maar, foto ook. Gaan we door naar de volgende. Ik moet zeggen, mooi strijklicht. Ik heb veel prijsvragen met onze aanvraag dan ook om foto's te maken in mijn GameKings carrière gedaan en langs zien komen. Ik heb nog nooit zoveel vette inzendingen gehad. Je bent licht ontroerd ook. Ik ben licht ontroerd. Ja, ik heb één keer een moeder van iemand in een wasmand zien zitten. En dat heeft me altijd bijgebleven. Dat was ook heel goed. Maar... Sorry, ik zit ook tegelijkertijd als ik dit te lezen. Wat? Ja, ik weet niet meer. Misschien hebben we dat letterlijk wel eens gevraagd. Maar op een gegeven moment zat er een moeder van iemand in een wasmand met een onderbroek op de hoofd. Ik weet niet meer wat het was, maar dat was gewoon heel... heel daarom bus. Ben je premium lid, want die foto's zitten allemaal achter de betaalmuur. Kijk, zie je wel, Marcel zegt, ja, dat klopt, Jelle. Alle Duitsers daar weggestuurd die in de weg stonden. Ik zweer het je, dat zie ik in je uitdruk. Zo'n gevoelig mens ben ik dat ik dat van je gezichtsuitdrukking kan lezen. Ik ben een waarzegger. Wel fijn dat je allemaal in de chat zit, want de buste zit er ook bij en die komt zo ook aan de beurt, zie ik. Wie heeft er echt een tyfuslang verhaal geschreven? Ja, hier, Decolette. En daar komt hij. Bij deze wil ik graag mijn vakantiefoto insturen om kans te maken op de Game Kings Gamescom Goodiebag. Jezus. De foto is genomen op de top van de Tor. Deze bergtop bevindt zich in de Serra da Estrella gebergte in Portugal. En is met 1993 meter het hoogst gelegen punt in Portugal. Daar ben ik geweest. Of course, ja. Dus ik vond het de hoogste vuilnisbelt van Portugal. Het was een tering van je was. Ga door. Ja, misschien weten ze er nog wat van te maken. Mijn oh, je denkt grootste... dat Decolette een vrouw is? Nee, ze. Ja, ik noem gewoon... Ja, dat is iemand die je foto maakt en iemand die poseert. Dienst. Ga ik vanuit. Oh, sick. Mijn grootste passie in het leven is motorrijden. Om te vieren dat ik eerder dit jaar ben afgestudeerd, heb ik mezelf getrakteerd op een motorvakantie richting Portugal. Eindeloze slingerwegen aan de benemende uitzichten vind ik het mooiste wat er is. Even pauzeren op het hoogste punt van een bergpas is voor mij het ultieme vakantie. Snap ik. Dat snap ik ook, ja. Inderdaad, ja. En dat is precies wat deze foto laat zien. Links sta ik op de foto te pronksen met mijn Floor van Nederland shirt en rechts staat mijn motor waarmee ik vanuit Nederland naar Portugal ben gereden. Op de achtergrond staan twee oud-militaire radarsystemen, welke gebouwd zijn in de jaren 50 en 60. Kijk, het is ook gewoon informatief. Ja. Yeah. De gebouwen zijn in de jaren 70 buiten gebruik gesteld, maar na de tand destijds heeft toegeslagen. Love it. Ze zijn in verval geraakt en staan er nu verlaten buiten. Exploring. Hoor je dat geknaag? De nieuwsgierigheid vreet aan me. Wat zit die foto? Ja. Even kijken. Ik hoop dat jullie het een mooie foto vinden en dat ik kans maak op de Gamekings Gamescom Goodiebag. Er zitten meer dingen dan de Gamescom in. Nee, ik heb hem trouwens hier, ik zet me gewoon bij. Voor dit verhaal alleen al is hij bijna verdiend, vind ik. Ja. Oh, het is ook wel een lijpe foto. Oh, joh. Ja. Kijk zo. Dan. Heel vet. Dat zou een Destiny screenshot kunnen zijn. Heel ook, vet. Ja, dit is een vet gebouw. Dit is een radarinstallatie. Hoe komen inderdaad die twee buttplugs van jou daar dan? Ze zijn hele grote, ja. Je hoeft het toch niet in je kont, toch? Nou, dit wel.
Wel grappig, die motor en hoe klein. Als je had gedaan alsof je erop had gezeten, dan had je hem gewonnen. Dat zijn toch kabouterwoningen? Kijk, daar rechts staat die kabouterbus van hun. Het is een BMW'tje, denk ik eigenlijk. Of zegt Pannenkoek zegt een Yamaha. Is het niet een BMW? Ja, dat is een Yamaha. Waar staat het? Daar, dat, op dat logootje. Logootje daar. Ja, is dat Yamaha? Ja. Huh. Dat is Yamaha. Zonder, ik moet zeggen, het is ook kwalitatief gewoon een hele goede foto. Thomasie. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat hij niet een duimpje heeft gehad. Duimpje erop. Nee. Want ik denk dat hij hem gewoon op de grond heeft gezet. Ja, wat ik heel vet vind. Ik vind alleen dus die paal waar hij nu soort van bijna met zijn vinger tegenaan staat. Ja, die had je eruit moeten shoppen. Ja, die had je eruit moeten shoppen. Die had je er echt aan moeten shoppen. Ja, zo'n windpaal is dat. Dat ken ik dan ook weer. Hé, hey, maar er wonen daar dus kabouters bovenop. Hè? Die zijn met dat kleine busje daar gekomen. Ja. Daar staat er een. Ja, er staat er. Nou, hij heeft er gewoon eentje te pakken op zijn foto. Als je gewoon inzoomt, dan zie je dat. Ja, dat is sick. Er mag geschakeld worden. Het ziet er wel echt lijp uit dit, hoor. Heel tof. Nou, dan gaan we door naar ook een mooie foto. Dat bedoel ik. Dit zijn allemaal fucking vette foto's. Nou, vette Jesus. Foto inderdaad. Dan de volgende. Stefan Bos. De Buster. Houd niet op, joh. Uiteraard wil ik ook kans maken op de driedubbel dikke GGG. Het t-shirt wordt tijdens allerlei gelegenheden door mij gedragen. Maar uiteraard stuur ik een foto met vakantiegevoel op. Op een gehuurd bootje varen op de prachtige Friese wateren. Zonnetje, biertje en wat vrienden mee. Dat is voor Jan Modaal tegenwoordig het ultieme vakantiegevoel. Ga vooral door met jullie goede werk en de prachtige merchandise van GameKings. Koop en draag altijd alles met heel veel plezier. Nice. Nou, dan gaan we zien. Komt-ie. Ja, stem. Kijk nou, dat bedoel ik. Ik hou van Nederlandse tafereelen en dit is wel echt een Nederlandse tafereel. Ja, heerlijk. Ik kan echt niet tegen foto's met een scheve horizon. Ik zie hier in de chat, was dat Tim de Tapman? Tim de Tapman Taylor, wie is dat ook alweer? De vorige. De vorige foto. Tim de Tapman. Niet Tim de Toolman. Maar dit is dan niet Noord-Holland, waar ik gewoon vet groot fan van ben. Kan Kinderdijk zijn, maar... Jawel, het is heel erg Noord-Holland. Het is helemaal Friesland. Ja, dit. Oh ja. Oost. Ja, dit is een Friesland. Oost-West-Friesland. Ook heel eerlijk, ook hier zit er een hele gelukkige man. Dat zie je gewoon. Daar, ja. En hij heeft een Raiders petje op, wat ook een beetje wel mijn team is. Dus dat zijn ook weer pluspunten. En dus inderdaad gewoon een polderlandschap zijn ook pluspunten. Dus ja, ik kan bijna niet kiezen. Jij hebt ingepakt, ja. Ik word altijd een beetje zeeziek als een foto zo schuin is genomen. Zo. Ja, dat snap ik wel, ja. Net zoals deze camera, die heeft het ook. Ja. Ja. Maar voor de compositie is dat beter. Dus het heet de Dutch Angle ook, dus dat klopt dan. Ja, maar echt. De Dutch Angle, ja. Oh, ja. Wow. Google het maar, weet ik veel, maar Google het maar. En daarom staat hier ook die molen erop. Is dat de woudaap van Hielke en Sietses de chameleon? Nee, dat is niet zo, want die staat in Krommenie namelijk. Maar, Dutch Angle in je broekje. Ja, precies. Nou, dat. Cool. Heel leuk, gaan we door naar de volgende. Even kijken. De volgende is van Roy Vonk. Oude karpervisser, inderdaad. Hierbij mijn inzending voor de driedubbel dikke GGG. Net op tijd, want het duurde even om iedereen te verzamelen om mijn ultieme vakantiesetting compleet te maken. Mijn ultieme vakantie vindt namelijk plaats in de Forbidden West. Wat een prachtige locatie. Zon, zee, strand, cultuur. Beter kan niet. Echter zijn er allerlei apparaten aanwezig om mijn ultieme vakantiegevoel te verstoren. Dus ik heb wat hulptroepen nodig. And that's where you come in. Laat mij lekker genieten van mijn Peroni, terwijl jullie gaan spelen met die gerobotiseerde ongein in de buurt. Jullie krijgen er gezellige pauzes voor terug. Alleen non-binaire skate is nog even in work in progress. Oh, wat sick. Er wordt er gefotoshopt in een videogame. Non-binaire skate. Ik hoor Peroni, ik hoor zonzee. Kipsaté, kijk eens aan. Oh, wauw. Dit ziet er heel laaf uit. Wow, jij bent Iron Man, dude. Ik ben... Oh, shit, ja. En wie ben ik? Jij bent Hawkeye. Lijp? Ja. Jij bent Hawkeye. Skate is echt fucking grappig. Skate ziet eruit als iemand uit de game The Forest. Heel fucking sick. Hij zit daar een fucking biertje te drinken. Tering wat vet. Ja, ik wou zeggen, hij ziet toch wel de man. Tering wat vet. Boris is Shrek, kijk nou. Wat een klein Shrekkie. Daan is Star-Lord. Star-Lord, inderdaad. Amazing. Boba Fett. Jezus, hé. Hey. Ik vind qua composities ook, de hoofden zijn echt precies goed uitgesneden. Dit is met wel... zijn elfen haar hier, hè. Zo. Jezus. Is die. Ik ga even een klein applausje voor dit. Ja, dit is goed gedaan.
En je hebt ook mooi die verschillende... Kijk, je hebt natuurlijk allemaal verschillende bronnen gebruikt voor de Iron Man, voor Scare. Je hebt het toch mooi met een artistiek sausje heb je dat goed samengetrokken. Je hebt het goed geblend. Ja. Nou, hier maar de kleur, Iron Man. Compositie. Ik vind het... Ik ben echt... Ik ben alleen benieuwd wat Bidden West is. Bidden West. Ja. Dan ga je in het westen als je moet bidden. Ja, dat is daar. Daar is het. Bidden. Nee, dit is heel lijp. Mooi wit kader er ook omheen. Je hebt er echt een kunstwerkje van gemaakt. Het is letterlijk een kunstwerkje, ja. Jesus. Ja. Heel tof. Gaan we door naar de volgende. Even kijken. En de volgende is van... En het streelt een beetje onze ego ook, hè? Dus dat is... Ja, dat werkt altijd heel goed. Sydney Delft. Geachte heren en dames van GameKings. Deze zomer hebben mijn vriendin en ik rondgekeken. Lees het internet helemaal doorgespit. Naar waar wij op vakantie wilden gaan. Maar door de hoge prijs van de vliegtickets vonden wij dit de prijs uiteindelijk niet waard. Wel hebben wij besloten om in november voor hetzelfde geld een verdere reis te maken. Wat erin heeft geresulteerd dat wij binnenkort naar het land van de reizende zon gaan vliegen. Heel sick. Tof. Het land is gelukkig weer open voor toeristen. Ja, helaas net te laat voor ons om Tokyo Game Show mee te maken. Maar wellicht volgend jaar, who knows. Ondanks dit is de vakantie verder toch nog leuk geweest en hebben we genoeg gedaan. Maar de voornaamste bezigheid van mijn vakantie is toch wel de essentie geworden van het shirt dat jullie hebben gemaakt. Lekker binnen zitten terwijl het buiten 35 graden was en in elkaar worden geslagen door bazen in Eldering tot ik de game uit had. Bedankt voor al jullie content door de jaren heen. Long time lurker, first time emailer en voor het geweldige shirt. En hopelijk kunnen wij als fans nog lang van jullie content genieten. Sydney Delft. Nice. Even kijken. Hier hebben we de foto van Sydney. Ja, precies. Kijk, deze guy heeft natuurlijk ook gewoon... Hij heeft wel als een van de... Kijk, dit is een is Sydney. Dit is niet Sydney. Dit is Sydney. Dit is Sydney. Nee, die heeft natuurlijk een soort van ook... Die heeft een goede motivatie gegeven bij de verkeerde opdracht. Wat ik ook altijd heel knap vind. Van je meest vakantie nou, gefoto. Ik ben er heel erg voor. Spelregels zijn ook geboden. Ja, precies. En het is hoe interpreteer je het? Ja. En ik vind dit heel goed gedaan. Ja, maar daarom met zijn motivatie bij. Van vakkenreizen. Als dit zijn zomer is. Fucking zitten gamen. Maar dat vond ik ook altijd veel vetter aan hogeschool dan aan middelbare school. Middelbare school was goed of fout. Ja. Goed, in ieder geval bij mij op school was het van het was goed of fout. En bij HBO was het gewoon letterlijk van... Leuk. Ik weet dat dit totaal niet het antwoord is wat je wil hebben, maar hier is mijn toelichting. Ja. Oké, volle punten. Ja, lul het maar recht. Ja. Nee, sick. Nee, dat is ook zo. Dat heb je ook gedaan. Kijk, en hier op de achtergrond natuurlijk Elden Ring. Hier heel mooi. Ja. En hier natuurlijk... In vogelverschrikker in België. Ja, maar hier een gamer in zijn natuurlijke habitat, weet je wel. Ja. Waarschijnlijk als gelukkig zit hij er ook tussen. Want nogmaals, ik heb weinig zulke inzendingen gezien. En dus er moet er wel even een gamer bij, inderdaad. Als je camera beter was geweest, 41 dan hadden we hier misschien ook nog 41 graden. Ja, precies. Vreselijk. Geen druppeltje op zijn hoofd. Niet van Elden Ring, niet van die game. Helemaal leeg gezweet inmiddels, joh. Oh, dat was het. Al bloed is eruit. Ja. Ja, nee. Dat is zijn laatste foto geweest. Ook ja, hij bestaat niet meer. Dus voor hem hoeft het shirt niet meer. Hij is overleden inmiddels door de warmte. Gaan we door naar de volgende, jongens. Ja, is er nog een volgende? Als in zonder motivatie in ieder geval. We hebben sowieso nog eentje die we moeten doen. Welke hebben we niet gedaan? Nou, we hebben ze allemaal... volgens mij hebben we Roy Vonk niet gezien. Jean-Paul Jans hebben we niet gezien. Roy Vonk hebben we wel gezien. Kijk maar, dat is deze. Ja. Oh, fit. Ja, fit. Fit. Victor Dietz. Ja, die hebben we ook gehad. Nee, dan is het Jan-Paul Jansen. En Jan-Paul Jansen was dus... Waarschijnlijk van Carmen van der Woude. Carmen van der Woude, dat is Jan-Paul Jansen. Laat even zien. Maar ik ben benieuwd welke Jan-Paul Jansen het is. Het is Jansen. Het is de tattoo artist Jansen. Een frisbee zijn bordje aan te wapperen. Ja. Ja. Ik kan hem aanraden, je moet gewoon zo'n firestarter even halen. Dan ben je niet meer. Dan kun je ondertussen lekker gaan frisbee jezelf. Is het is een frisbee inderdaad. Ja, is dat zijn kooltje. Oh, zo'n firestarter. Ja, precies. Nou, ik moet wel zeggen, dit is de Indonesische techniek. En wij een soort van normale... En dat is gewoon, precies de reden... aanwapperen, gewoon goed hard wapperen. Indonesië nog niet zo ver zou komen qua ontwikkeling als landen waar ze een firestarter... Maar wel qua eten. Maar wel qua eten. Hebben ze geen firestarter voor nodig? Fuck no. Nee. Dus nee, dit zou prima van Carmen kunnen zijn. Dit is een van de tattoo artists van bijvoorbeeld Boris. Ja, maar ook mooie sokjes gematcht met je sneakers. Ook zeker. Wel goed samen. Styling is prima. Styling is prima. En als het gaat om vakantiegevoel. Ja. Hey, ik mis een biertje bij die man. Ja. Ja, dan had het afgemaakt. Ja. Ja. Je had de prijs gewonnen als je nog een ijskoude kletser had. Ja, precies. Ja, nu nog het moeilijkste. Kijk, ik heb hier dus nogmaals een hele doos vol. Als je wil weten wat er in dit zomerpakket zit. Want het is het GameKings X Gamescom, X Floor van het Nederland, X de rest van de zomer wat we allemaal binnen hebben gekregen aan goodies. Wat pakket. Zo'n gimmasker? Ja, is een mooie. Hij is niet zo.
Helemaal vol met goodies. Hij is ook best zwaar. Dus dit wordt letterlijk €30 voor qua verzendkosten. Weet je dat ook weer wat we naar jou toesturen? Dat wordt gewoon net zo. Maar. Ja. Nu komt het moeilijke. Nu moeten we gaan beslissen hoe of wat of wie. Zullen we even nog, als je eens even fullscreen, dan kan je er volgens mij wel doorheen skimperen. Ja, dit is de Decolette. Is een hele vette foto. Heel tof. Wat hebben we nog? Ja, hier zijn we. Hele vette foto van Decolette. Ja. Een video. Ja, dit is wel een van de weinige video's. Dat is dan wel weer heel erg en vet. En goede summer vibe. Goede summer vibe, ja. Next. Jean-Paul Jansen. Ik vind deze heel prettig. Ik ben hier wel van gecharmeerd. Ja? Ik vind het eigenlijk een prachtig stilleven. Zie je ook de focus op het gewapper? Dus de laserfocus is hier, wordt hier toegepast. Ik vind het een hele prettige foto. Ook dit en ja. Nou, hier. Ja, deze vind ik ook vet, hè? 13 Duitsers op afstand houden met zijn blik. Terwijl hij ook moet lachen voor de foto. Dat is knap. Ja, deze is wel een van mijn kanshebbers. Want dit is wel de coolste backdrop die er is. Deze, ja, ook fan. Roelof Arendsveen. Gelukkiger hebben we niet iemand gezien. Ook heel erg vet. Ja, deze is ook wel echt een contender, denk ik. Ja, veel werk in gezeten ook natuurlijk. Blast Galaxy. Leuk. Photoshop skills dan. Ja, mag ik daar het op? Ja, ik mag alles, want ik zit hier. Je bepaalt het helemaal. Tuurlijk, nee, precies. Dus dan deze vind ik live, maar dan ga ik toch voor de vorige Photoshop skill, want die was wel echt beter. Hier onze Buster. Ja, met een mooie molen op het water. Maar er zit meer moeite in die andere foto's. En dat is wel echt. Ik denk dat ik het toch dat ik zo meteen een punt aangedragen voor moeite. Oké. Okay. Of speciaalheid. En dan krijgen we straks namelijk ook deze nog een klein Curaçao. Nee, die heeft hopelijk een boot. Hij woont in Friesland, dus hij moet een boot hebben. Denk het net. Onze Elden Ring player. Ja, toch niet vakantie genoeg. De strijder die met 41 graden binnen toch nog Elden overleden Ring basis heeft. Omdat hij Elden Ring aan het spelen was. Ja, cool. Ja, dit is ook... prachtig. Godverdomme. Prachtig. Dit is ook een contender. Ja, dit is de Ardenne, toch? Maar dit zouden we gewoon kunnen gebruiken als marketingfoto in de shop. Dit kan letterlijk in de shop. Misschien precies, is dat zijn reward dan. Precies. Dat we zijn content jatten. We hebben shirts niet meer, dus ja, dan houdt het dan wel redelijk op. Crack in de wei. Ja, dit is ook moeite. Maar toch weer minder van. Maar mag je wel mensen goed over nagedacht. Ja. Ja, wat hebben we nog meer? Hij heeft er twee, hè? Dus dat is natuurlijk ook wel weer een pluspunt. Dit vind ik ook en wel nog twee pluspunten. Vakantiefoto, hoor. Ja, en ik kan bevestigen, Klein Curaçao is ook echt een hele, hele vette plek. Ja. Ik heb hierachter, hier zie je dus dat torentje. Daar heb ik zitten barbecue en lekker zitten zuipen. Ja, mooi man. Dat was echt helemaal top. Niks. Dat waren ze. Dat was okay. Het. Nou, ik wil deze man wel nomineren, dat is één. Oké, okay, ja. Verder, twee. Deze en de torentjes verder. In Portugal. Verder, drie. Ja. Nee, sorry. Ja. Vier. Ja. Verder. Verder. Jij wilde het orange in Portugal. Ja. Verder. Verder. Deze. Vijf staan dat er dan. Hmm. Nou, dan moeten we toch wel wegstrepen tot er in ieder geval drie zijn. Dan zullen we dan gewoon de publiek laten beslissen. Met een poll. Ja. Maar dan moet jij even uitleggen aan hoe een poll werkt. Ja, dan ga ik gewoon even. Dan gaan we naar drie of gaan we deze vijf doen? Want dit zijn uiteindelijk wel de vijf. En je kan een poll met vijf doen. Weet je dat zeker? Niet heel zeker, maar wel vrij zeker. Oké. Okay, deze, de Ardennen en Klein Curaçao. Ja? Ja. Maar dan niet die feestelijke compilatie, maar die... Deze? Nee, maar dan wil ik ook... Deze? En deze. Die. Oh. Deze. 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 Deze, nee, omdat hij er twee heeft. Ja. Deze niet. Deze foto niet. Deze niet, maar de volgende. Jij bent dezelfde guy. Hetzelfde mooi. Oké, ja, precies. Maar het gaat om die foto. Oké, het gaat om die foto, omdat er een vrouw op staat. Deze. Ja. Maar ik wil deze ook. Deze kan niet opbreken. Vier kan ook. Vier kan ook. Dus deze is dan de vierde. Ja. En deze. Oké, dan ga ik nu even snel naar die computer en dan ga ik een mooie... Ja, dus dat is Klein Curaçao, Portugal... Ik versta je ook als ik daar zit. Forbidden West. Ja, maar voor de duidelijkheid. Moet je het nog een keer gaan halen. En? Dat ga ik toch niet onthouden. En de Ardennen. En de Ardennen. Ja, precies. Nou ja, oké, okay, cool. Dan, en er staat hier trouwens wel Guns N' Roses ook op dat gebouwtje. Dat is natuurlijk ook wel weer... Waar zie jij dat? GNR. Is dat... Oh, daar ja. Daar. Ja, maar misschien is het Portugees voor... Ja, nee, ik ken geen Portugees. Er mag wel weer geschakeld worden naar bijvoorbeeld de Totalcam of zo. Zodat wij even ook de chat in beeld kunnen precies. Zien. Dat lijkt me leuk.
Zo. Ja. Nee, lijp toch? En dan is het inmiddels alweer 4 uur. Dan zitten we gewoon bijna 2 uur te streamen. Hier, doe er even een paar stickers bij. Wat leuk voor de mensen. Oh, ja, wat vet. Hier, een paar stickertjes cadeau. Sick. Kickbush stickers. Voor op je dek. Of je ja, die Galaxy's Edge top, dat vond ik ook krokodillentranen. Maar ik kan natuurlijk niet alles zelf beslissen. Dus daarom had ook iemand anders erbij even gedaan. Kijk, Scumbag Boogie precies zegt, ik heb jullie 4 keer gemeld over het missende floor van het Nederland shirt bij mijn bestelling. 2 besteld, 1 gekregen, maar ik krijg geen reactie. Hoe kan ik met jullie hier in contact komen? Moet je even redactie het game... Koos@blamma.tv in dit geval. Ik dacht redactie@blamma.tv, maar Scumbag Boogie, Koos@blamma.tv. Dan komt hij direct... sorry, Portugal, Klein Curaçao, Ardennen en Forbidden West. Dat zijn de 3 of 4. Binnen West. Ja, en dan moet je me eventjes in dit scherm. Je mag een top 5 doen. Ja, dan wil ik toch de Galaxy's Edge. En die zag ik ook al in de chat voorbij komen. Galaxy's Edge erbij doen. Of eigenlijk dus Orlando, Star Wars. En dan zijn het er toch 5. En dan mag je ze even in dit scherm slepen als dat kan. En dan kan ik dan kunnen we het live volgen. Hoeveel minuten doe je, Koos? Hoeveel minuten kan er gestemd worden? Dos? Tres. Tres minutos. Tres minutos. Nou, dan gaat hij. Oh, het is al los. Jezus, het gaat al los, joh. Het gaat al los en Galaxy's Edge loopt voor. Maar het wordt er ingelopen door een andere game, namelijk Forbidden West. Nou, het gaat nek aan nek. Galaxy's Edge en daarmee Forbidden West. Forbidden West. Nu weer de koppositie, 34% van de stemmen. Oeh, het gaat gelijk om met Galaxy's Edge nog even te gaan. Oh nee, het is nog 3 minuten. Forbidden West loopt een klein beetje in voor de winst. Mijn favorietje... Maar Galaxy's Edge is weer terug. Mijn favorietje Portugal loopt ontzettend achter. En niemand stemt op die mooie vrouw in badpak. Dat valt me dan ook alweer tegen, hoor. Daar geven fucking GameKings guys niet om. Nee, dat blijkt wel, ja. Die geven om games en fucking noeste arbeid. Of om nerdstuff, zoals Galaxy's Edge. Dus ja, het is echt een nek aan nek race tussen Galaxy's Edge en Forbidden West. Ik moet oprecht zeggen, ik ben verbaasd dat Galaxy's Edge zo goed scoort. Maar het was echt een belachelijk mooie foto met een belachelijk mooie achtergrond namelijk. Dus, klopt. Ja, het is echt een nek aan nek race. Ze hebben inmiddels 35 mensen gestemd op Galaxy's Edge, 37 op Forbidden West, 23 op Ardennen Dude, 9 op Curaçao, Klein Curaçao en 7 op Portugal. Nou, de Ardennen Dude, goede runner-up nog steeds. Hey jongens, ik weet niet met hoeveel mensen jullie zitten te kijken, maar als je eventjes nu in het chatscherm kijkt, dan zie je daar waarschijnlijk een pop-downtje eigenlijk. Zijn ontstaan. En dan moet je even Je moet snel stemmen. Zijn, want je hebt nog maar een minuut. Een minuut, want met ongeveer nou, 100 man zitten we niet te kijken. We kunnen hier nog zeker 200 stemmen bij trekken. Dat denk ik wel. Dat gaat niet gebeuren, maar dit zijn de actieve mensen. En de rest zit soort van een beetje maar, weet ik veel, een podcast. Een beetje een neuspeuterend bier te drinken. Ja, of in de auto terug. Prima. En dan kan je dat. Soms moet je refreshen. Oké, okay, dit bedoel ik. 500 mensen bijna. Dus er moeten nog zeker 400 mensen stemmen. Okay, wat voor een poll. Heel veel mensen zien het ook inderdaad niet. Even refreshen. En dan zie je het, denk ik, als het goed is, bovenaan in de chat. Snel, ik zit te gamen, gastig. Ja. Hij wordt wakker. Stem even. Ja, als je zit te gamen, heb je die foto's niet eens gezien. Stem. Zo moet je op de leukste naam zetten of zo. Ja. Weet ik wel. Refresh en open poll, zegt Mark Your Dreams. Ja, maar Forbidden West loopt nu toch wel heel goed uit, hoor. Ja, Forbidden West loopt zeker met 8 worden. Stemmen voor. En we hebben nog een kleine 20 seconden, denk ik, te gaan. Dus we zitten hier toch al aan zo'n 150 mensen die hier gestemd hebben. Oh, Galaxy's Edge, kom weer iets dichterbij. Het is nog maar 6. Het is 6 stemmen verschil. Maar 5, 4, 3, 2, 1. Het is Forbidden West geworden. Forbidden West met 34% van de stemmen. Nee. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar het staat Forbidden West en Galaxy's Edge. Nee. Het loopt nog verder. 60. Ja, Forbidden West. Het is echt een nek aan nek. Het scheelt potverdikkie 1 stem, joh. Het scheelt 1 stem. Het Eurovisie Songfestival is er niks bij, jongens. Als het goed is, kunnen jullie dat ook zien. En hoe dat nou nog na de stembussen waren gesloten. Normaal, in ieder geval van ons metertje. Ja. 1 fucking stem. Ja. 1 fucking stem. Ik weet niet wie als laatste heeft gestemd hier. Maar jij bent de doorslaggevende factor hier, man. Oh my god. Ja. Gefeliciteerd. Het pretpakket komt naar je toe. Oh, de tijd liep nog, zegt Rap Robert. Nou, in ons pop-up windowtje niet meer. Dus dat was hier. Hier was
was hij al op. Nou ja, het pretpakket. Je kan inderdaad volgens mij in een soort van einde van de week van 3 of 4 weken terug kan je zien wat er allemaal in zit. Misschien weten jullie dat ook. En we zullen er nog wat andere dingen bij droppen. Pascal heeft er net vette stickers bij gedaan. Dus dat komt jouw kant op. Wie is, wat is ook weer de naam? Volgens mij heet hij niet Shreddy in de chat. Even kijken. Dat is in ieder geval deze natuurlijk. Kan die niet zien, denk ik. Nee, even eruit. Roy Vonk. Roy Vonk. Royke, gefeliciteerd. Maar dit is de winnaar. Nou ja, en ik denk dat heel veel mensen, of in ieder geval, sterker nog, de stem van het volk heeft gesproken. Dit is het geworden. En ook vet dat inderdaad Forbidden West, wat inderdaad een hele vakantie game, dat die heeft gewonnen. En daarmee denk ik dat we ook aan het eind zijn gekomen van deze einde van de week. Terwijl we nog heel veel nieuwtjes hadden, maar die gaan we niet meer bespreken. Nee, dat gaat hem niet meer worden. En dus gaan we nu gewoon lekker hier afscheid nemen van jullie. Maar niet voordat we natuurlijk onze huishoudelijke mededeling hebben gehad. Oh, Kutstoffer. Kutstoffer heeft hem ook nog eens gewonnen. Roy Vonk, zijn Twitch-handle is Kutstoffer. Dus die moet je een keertje toelichten. Ik ga nu wel de afkondiging doen. Want deze editie van Einde van de Week Live werd zoals altijd mogelijk gemaakt door onze vrienden van MSI. Ik wou hier zeggen, je ziet hem hier voor me staan, de Titan G77. Hij is vandaag middag, hij ligt naast je. Laat hem maar even zien. Het is een fucking hele lijpe laptop met een 3080 erin. En we gaan hem vanaf volgende week denk ik even gebruiken. Ja, ik wou het zeggen, ik moet hiermee aan de slag, heb ik al gehoord. Dus dit is een hele lijpe laptop. Ik kan hem wel vast verklappen. Er zit volgens mij een i9 processor in. Met een RTX 3080 Ti. Ja. Voor de rest weet ik even nog allemaal niks. Het is ook een big boy zoals je kan zien. Ja. Lijp. En dit moet echt belachelijk vet zijn. Desktop alternative. Nou, dan maak ik hem ook gewoon af. Je ziet hem hier dus voor me staan. De Titan G77 van MSI. Een base van een laptop met de Intel Core i9-1200-900HX. En een RTX 3080 Ti aan boord. Kun je dit zien als een alternatief voor de desktop PC. Mocht je meer info willen hebben over dit monster. Of willen weten waar je hem kunt kopen. Dan hebben we zoals altijd een link in de tekst bij de video geplaatst. Of hier in de chat. Bedankt voor het kijken jongens. Pascal, tof dat je er was. Ja, thanks. En een heel fijn weekend iedereen. Ciao, ciao.